We zitten in een periode waarbij dat overheden compleet desperate zijn. Ze zitten tot over hun oren in de schulden. Ze gaan proberen pakken wat ze kunnen voordat er een regimewissel komt. Uiteindelijk komt er een regimewissel. Dus het is niet dat je zoiets dat, dat voor altijd en eeuwig is dat je moet, dat je moet zeg maar, in die modus leven. Maar dit is wel degelijk een periode waarbij dat er confiscatie zal proberen gepleegd te worden. En wat zie je doorheen de geschiedenis: men gaat altijd voor het laag hangende fruit. Dat is wat de overheden doen. Dus dat is, het, dat is wat hij moet doen als, als bitcoiner: is gewoon denken van hoe zorg ik ervoor dat ik, dat ik niet het makkelijkste ben om te pakken te krijgen. En, en we gaan die overgang maken van een, 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 een wereld die failliet is, een wereld die uh, op korte termijn denken functioneert, een wereld die spiritueel vrij leeg is. Um, naar een nieuwe wereld, met, met, met nieuwe bewegingen en nieuwe ideeën. En sterkere instituties die natuurrechten beschermen. En, en, en dit is een periode waarin dat we de overgang moeten overleven zo best, op, op de beste manier dat we kunnen. Wel, ik, ik uh, wil zeker ergens deel uitmaken van de heropbouw van België. Maar ik, ik denk dat het gewoon nog een tijdje lang uh, berg gaat. Dus in die zin wil ik niet. Um, yeah, Mezelf of andere mensen een doekje voor de ogen houden. Bedoel, ik bedoel, ik denk dat het gewoon veiliger is om, om niet in België te zijn voor het moment. En, uh, en, als, en, en ook bedoel de, de Vlaamse cultuur is ook veel meer dan, dan een fysieke plaats. Uh, we kunnen dat ook uh, op andere manieren beleven. Dus, um, dus ja, voorlopig, um, I can't do it. I, I, I just can't live in. in... En vooral ook omdat er geen vrije meningsuiting meer is. Bedoel, ik, ik, kan niet, ik zou niet vrij kunnen spreken in België. Als de overheid er ooit in slaagt om uh, alles transparant te maken, dan, dan zit je gewoon in het communisme. Dan, dan heb je gewoon China. En, en, um, en ik wil niet in zo'n land leven, dan stem ik met mijn voeten. Uh, dan, dan, dan ben ik daar weg. En, en dus o, om te zeggen van ja, we gaan op voorhand al ons neerleggen bij zo'n soort toekomst. Ik ga enkel assets hebben die volledig transparant zijn voor de overheid. Ja, dan zeg je eigenlijk van, ja, kom, kom en, 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 en steel maar van mij. Ik bedoel, uh, maar bitcoin is het, beste, is het beste verdedigingsmiddel tegen dieven aan de macht, zeg maar. Omdat het het moeilijkst steelbare geld is. Ik, ik was zelf echt depressief, uh, uh, denkende aan de toekomst van Europa, uh, toen ik, toen ik leerde over het financiële systeem in 2005, 2006, 2007. Uh, omdat ik dacht van, ja, het zal hier gewoon hyperinflatie worden en, en dan krijg je gewoon die... Altijd maar weerkerende cyclussen van hele hoge inflatie en, en abjecte armoede en zo. Um, dus Bitcoin heeft me enorm hoop gegeven, omdat het echt een, tegen, een tegenwoord is um, tegen dat uh, ja, centrale systeem, die uh, inherent, jammer genoeg, frauduleus is. Welkom iedereen bij Hete Hanghuis dus Maatschappij, kritische gesprekken zonder censuur. Bedankt voor alle steun, bedankt voor alle likes door deze podcast te sharen, te delen en reviews. Te posten op Spotify kan je ook helpen. Mijn missie van vrije metingsuiting, open debat, zaken en aankaarten die veel te weinig aandacht krijgen, zeker in de mainstream media, die te steunen. Wel op deze manier kan je die missie verspreiden. En wil je ook mijn missie steunen? Vind je dit aparte geluid tegen de mainstream media? Dingen tonen dat veel te weinig besproken worden? Vind je dit ook belangrijk? Wel dan kan je me ook een steuntje in de rug geven door te gaan naar steun. Dan kan je maandelijks lid worden en krijg je reeds toegang tot alle komende video's veel vroeger. Of je kan ook gewoon een donatie doen en dat rekeningnummer kan je checken in de omschrijving en dan kan je meer te weten komen. En zo help je in mijn eentje tegengaan tegen de mastodonten die een heel eenzijdige mening geven. En wil je ook een podcast doen, je mening verspreiden, mensen bereiken en mensen hebben die echt achter je missie staan, dan kan je gaan naar hetanghes.com slash podcast en dan kan je meer te weten komen over mijn podcast Academie. Vandaag gaan we praten over het thema dat heel weinig aandacht krijgt, behalve als het dan gaat over censuur of we moeten het beperken of wat is de wetgeving. Namelijk Bitcoin. En ik heb een van de Bitcoin-experten op mijn podcast, Cure de Meester. Iemand die op Bitcoin een absolute expert is en ook iemand een hodler is. Misschien kan jij dat uitleggen wat dat precies is. Welkom op de podcast en ik ben blij ze een update te geven over Bitcoin, want het was heel veel, een jaar, twee jaar geleden, ook gedurende corona, het ging naar boven, etc. Maar het is eigenlijk een beetje op de achtergrond geweest de laatste, laten we zeggen, twee jaar, zeker toen er de dip was. Um, wat is er eigenlijk de afgelopen twee jaar gebeurd met Bitcoin en waar staan we momenteel? Om eens een kleine round-up te geven van wat er ondertussen uh, gebeurd is met Bitcoin. Ja, inderdaad. Dus we hadden uh, die, zeg maar die manie, Bitcoin-manie in 2021, nog heel kort in 2022 ook. Uh, en dat was eigenlijk Bitcoin die werd meegesleurd samen met, uh, ja, er was dan ook uh, uh, heel veel uh, manie in de aandelenmarkten en vastgoed overal ter wereld, omdat er zoveel geld geprint was voor uh, COVID natuurlijk. Um, dat was de reden waarom, waarom plots er zoveel centen beschikbaar waren voor mensen om te beleggen. Stimuluspakketten en zo. En dus Bitcoin werd erin mee omhoog gezogen. En dan um, vrij kort daarna hadden we wat bankaire problemen die begonnen. En uh, natuurlijk ook uh, hadden we dan uh, Bitcoin exchanges die in de problemen kwamen. Dus Bitcoin bedrijven die, uh, zeg maar crypto bedrijven die, die eigenlijk. Uh, Heel zware fraude begingen uh, in, in een grotere, grote orde nog dan uh, Bernie Madoff. Um, er was daar ook uh, politiek mee gemoeid en zo. En dus dan uh, FTX was de grootste naam die dan ten onder ging. Er waren nog een aantal andere stablecoins ook. Dus dat waren dan, dat zit ook zo in de cryptosfeer, zo, um, assets die zo, zogezegd de waarde van de dollar um, benaderen, altijd maar. En soms kreeg je dan nog rente daarop. En, dus dat is allemaal in elkaar gestuikt, omdat er natuurlijk geen centrale bank bestaat van Bitcoin of van die andere coins. Um, en dan, uh, dat was het begin van de berenmarkt, dus dan hebben we twee jaar lang een berenmarkt gezien. Bitcoin is dan van uh, 2021, zaten we denk ik rond uh, 16.000 Ja inderdaad, die 65.000 en dan zijn we naar iets van 20.000 gaan, 25.000, zoiets. So dat uh, was min of meer de bodem. En dan uh, um, zijn we stilaan beginnen herstellen. Uh, en de reden is natuurlijk dat uh, het geldsysteem nog altijd stuk is, dat er nog altijd enorm veel geld wordt bijgecreëerd. Um, maar er was dus een periode waarin dat de centrale banken, vooral dan de Fed, de rentevoet omhoog trok. En uh, dus eigenlijk het geld tijdelijk schaarser maakte. De dollar en de euro's werden dan ook schaarser. En dus daarom was er een beetje een pullback in Bitcoin. Uh, dat had er ook mee te maken. Maar ja, dus nu is het wel duidelijk voor uh, slimme beleggers dat, uh, dat het geldprinten terug zal komen. En dan hebben we nog erbovenop um, een enorme dreiging van censuur en allerhande agressieve uh, taksen die erbij komen. Uh, niet alleen in, 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 in gewone beleggingen zoals uh, aandelen, maar ook in, uh, in vastgoed Ben het altijd maar moeilijker te worden. We zien zo stel aan het begin van een berenmarkt in vastgoed... En uh, obligaties zijn nog uh, ja, eigenlijk compleet te vermijden. En de slimste beleggers die zijn ook, uh, stilaan, hebben helemaal geen blootstelling meer aan obligaties. Um, dus ja, dat is daarom dat Bitcoin aan het terugkomen is. We zitten nu... Dus in de begin van het jaar hebben we um, de Bitcoin ETF's gehad die goedgekeurd werden na tien jaar. Dus na tien jaar de Winklevoss Brothers waren de eerste om die, die applicatie daarvoor in te dienen in 2014. Uh, dus na tien jaar um, uh, dragging their feet heeft dan de, uiteindelijk, um, eigenlijk uit politieke druk, uh, de, de SEC heeft dan moeten die, die bitcoins-ETF's goedkeuren. En dat zijn exchange-traded funds. Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen met een bankrekening die kan aandelen kopen, die kan nu ook gewoon een bitcoin-tracker kopen. En er zijn er, uh, ik geloof er negen, die uh, um, terzelfde tijd zijn goedgekeurd. Uh, Eén daarvan, BlackRock, heeft ondertussen meer dan 100.000 uh, 100 bitcoin onder management, wat enorm veel is. Um, en die zijn dus altijd maar aan het groeien. En uh, dat zorgt ervoor dat ja, min of meer iedereen in de westerse wereld kan nu blootstelling krijgen aan bitcoin. Ik, ik raad het zelf niet aan om, om die ETF te kopen. Het is beter om zelf bitcoin te bewaren. Um, Daar kun je het misschien over hebben. Maar het is wel een enorm groot evenement geweest. En dus toen, toen dat goedgekeurd werd, schoot Bitcoin naar de 70.000. En dan is het uh, wel afgezwakt in de rest van het jaar. En ik denk dat de reden vooral was dat mensen vreesden dat er een, um, mogelijk een crash kwam in de aandelenmarkten. En dus dat ze daarom dachten van, ja, Bitcoin zal dan ook wel dalen. En, um, maar dus nu met de verkiezingen, uh, denk ik dat de meeste mensen echt wel rekenen op... Um, ja, meer geld printen en dus dat, dat Bitcoin dan ook het uh, enorm goed zal doen. Dus we zitten opnieuw aan de 70.000. Ik denk dat we volgend jaar absoluut uh, door de 100.000 heen gaan. Wel, we zitten hier met een Oostenrijkse econoom en een van de dingen dat we kunnen leren uit de Oostenrijkse economie is dat het niet gewoon iets is van vraag en aanbod. Er is ook zoiets als uh, de psychologie en daar speelt ook tijdspreferentie een erg belangrijke rol. Nu, ik vind die tijdspreferentie wel steeds moeilijker met bitcoin, want er is zoveel onzekerheid. Onzekerheid van, zal alles op een exchange moeten staan? Hoeveel wordt het belast? Zal het makkelijk zijn om terug te krijgen? Ver verlies ik mijn seeds in? Wat is mijn garantie? Hoe gaat men eigenlijk om met al die onzekerheid en tijdspreferentie, als je, als je wil holden en lange termijn denken, met al die onzekerheden dat je niet weet van, hoe zal het eruitzien? Hoeveel is het waard? Hoe, hoe ga je ermee om? Want dat is een aspect van bitcoin dat ik eigenlijk heel... Slopend vindt. En met mensen die met bitcoin werken, dat aspect is wel. Die spelen met onzekerheid en daar daarmee rekening houden, is, 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 is moeilijk. Ja, nee, absoluut. Psychologisch is het, is het echt een uitdaging. En vooral dan omdat we eigenlijk komen uit een periode, lange periode, de naoorlogse periode, van heel veel zekerheid. Uh, of toch het, de illusie van zekerheid in, in het. Uh, als het gaat over beleggen, hè. aandelen, uh, obligaties, vastgoed, goud. Eigenlijk, uh, het deed er bijna niet toe waar dat je in investeert. Uh, het kan natuurlijk tijdelijk slecht gaan met een aantal van die zaken. Maar je, je had nooit te vrezen dat je, ja, dat, dat je je huis geconfiskeerd zou worden, of dat uh, uh, allerhande grote bedrijven potsen de kop onder zouden gaan. Um, dus eigenlijk denk ik dat. Tot op zekere hoogte hebben we in een soort kunstmatig klimaat van zekerheid geleefd. En daarom is die aanpassing aan bitcoin. wat die plots terwijl de westen is, is zwaar voor veel mensen. Um, en ik denk ook dat veel mensen de, de, de neiging hebben om een beetje binair te denken van ja, en, en dan begin ik dan met bitcoin. Ik bedoel, je hoeft niet 50% van je vermogen in bitcoin te parkeren. Je, je, kan het, je kan het doen met een half procentje of met, met 1%. En dan zien hoe dat het gaat. Dus. dus dan kan je langzaamaan um, het, die omgeving leren kennen. Je leert er mensen in kennen. Um, je, je leert verschillende manieren om het te bewaren. Um, er is heel veel um, educational content. Uh, zowel in het in Nederlands als in, natuurlijk nog veel meer in het Engels beschikbaar. Um, dus dus als, je, als je het wil leren, is het absoluut doenbaar. Er zijn ook mensen die bedrijven hebben die je helpen om zelf Bitcoin te bewaren. Dus uh, er, is, er is eigenlijk echt een. Een industrie die zich rond aan het vormen is. Maar natuurlijk, er is risico, hè? of er is die volatiliteit. Uh, net zoals als je voor het Europeaan was en je wilde naar New York verhuizen in de vroege jaren 1800 of zo, dan was dat ook niet zo evident. Dan moest je de Starline nemen vanuit, vanuit Antwerpen, en dan, dan, dan had je geen video om te weten hoe het daaraan toe ging. Uh, je, je wist dat je de taal niet zou spreken. Maar natuurlijk, de mensen die de sprong gewaagd hebben. Die hebben daar enorm ja, zeg maar economisch voordeel uit gehaald. En, en dus in die zin, uh, het feit dat Bitcoin nu nog maar 70.000 dollar is, dus zeg maar 1 biljoen aan marktwaarde voor alle Bitcoins samen, het feit, het feit dat het zo laag is, is, is letterlijk doordat de meerderheid van de wereld nog twijfelachtig staat tegenover Bitcoin. Dus dat is net de opportuniteit om. Te beseffen, want eigenlijk is het nou echt vroeg uh, om in bitcoin te stappen. Wat zijn de grootste obstakels of struikelblokken momenteel voor, voor massieve adoptatie of implementatie volgens een wereld waar bitcoin echt een centrale rol speelt, die, die jij graag zou willen? Well, ik denk dat er veel struikelblokken al, al weg zijn genomen. E een van de grote was uh, institutional adoption, dus echt voor grote bedrijven zoals Apple en Amazon. En ook voor overheden en multinational institutions en zo. Voor, voor, die, voor die instituties om, om in Bitcoin te gaan, had je meer juridische zekerheid nodig. Dat is zeker in de VS nu het geval, met die ETF's en zo. Um, en dus, um, ja, ook voor Europeanen: je, kan gewoon, je hoeft de Bitcoin zelf niet te kopen. Je kan een bedrijf kopen die dan op zich weer Bitcoin bezit. En op die manier krijg je dan exposure aan Bitcoin. Dus ja, dat is echt de grote hurdle geweest. Ik denk een van de. Belangrijkste aspecten die nu nog maar stilaan begint opgelost te raken, is um, depositoverzekering. Dus het idee dat je een Bitcoin balans hebt en dat dan die verzekerd is tegen diefstal, bijvoorbeeld, dat staat nog eens in de kinderschoenen. Um, Lloyd of Londen, uh, die is aar, heel erg aarzelend om, om bitcoin policies uit te schrijven. Hun, hun grootste policy is 400 miljoen, bijvoorbeeld, wat niet, niet zo heel groot is als je, als je, als je ja, miljarden aan bitcoin bewaart. Um, maar dus, dus zit er aan te komen, uh, de komende vijf en zeker tien jaar krijgen we echt uh, solide oplossingen voor uh, depositoverzekering. Ja, want dat in dat, dat me vergelijken met het wilde westen. Als je je klompje goud bij hebt, het is oké, okay, maar als je klompen goud gestolen wordt s'nachts, kan je niet zeggen van hey, ik ben verzekerd of ik wil dat geld terug. Hetzelfde dat... Uh... Ja, er kunnen nu mensen zijn die specifieke uh, bitcoin, biljonairs opzoeken, zeggen van geef me je seedphrase of geef me het paswoord, het is overgedragen naar een rekening en je kan eigenlijk nergens, denk ik, jij, jij kan me corrigeren waar we staan momenteel, je kan eigenlijk nergens terecht van te zeggen van hé hey, kijk, uh, zoveel geld is gestolen, ik wil, ik wil mijn geld terug of ik wil een compensatie. Ja, dat kan je wel. De, de, de autoriteiten zijn al, al tien jaar bezig met die zaken te bestuderen. En, en de, er is bijvoorbeeld een, een hack geweest in 2016. Uh, een heel grote Bitfinex hack. Dus Bitfinex was een bitcoin exchange. En dan uh, uiteindelijk twee jaar geleden. Dus uh, na zes jaar hebben ze dan de daders gevonden. En het grootste deel van die bitcoin was echt nog door die dieven... In hun eigen beheer en uh, ze hebben die gewoon kunnen terugvinden. Terug um, dus de autoriteiten zijn wel degelijk bezig met die stallen en zo, met, met die zaken op te lossen. Um. Ja, nee, sommige mensen gaan graag bij instanties of willen een dekking hebben door de overheid dat zelfs als er fraude gepleegd is of ze hebben iets gehackt, dat je het misschien niet terugkrijgt, maar dat je wel nog een compensatie kan hebben voor wat gebeurd ja, ja, is. Ja. En... Well, het, het probleem is natuurlijk. Of de realiteit is, de overheden zijn zelf bankroet. Ze zijn volledig bankroet. Ze zitten tot over hun uh, oren in de schulden. En dus er zijn allerhande beloftes die de overheid zelf niet zal houden de komende 10, 20 jaar. Als het gaat over pensioenen, als het gaat over sociale zekerheid, uh, gezondheidsverzekering, dat, dat gaat allemaal het raam uit. Dat is onvermijdelijk. Uh, we krijgen hoge inflatie en dat soort zaken. Dus eigenlijk wat je, wat je met bitcoin doet, is het heft in eigen handen nemen... En er zijn verschillende manieren waarop je Bitcoin kan bewaren. Dus als je, als je een grotere portefeuille hebt, bijvoorbeeld, dan kan je die Bitcoin parkeren in verschillende bedrijven of in verschillende wallets en zo. Um, en ja, je had het ook over diefstal. Um, mensen die bedreigd worden. Wel, er is natuurlijk een, een, een. Ik neem een zeker risico door in het in, in publieke oog te stappen en, en te spreken over Bitcoin. Um, dat is natuurlijk het geval, maar ja, je hebt als, als particulier heb je de optie om daar discreet over te zijn. De meeste Belgen zijn daar heel discreet over. Dat is, dat is, een, dat is een juist instinct die mensen geërfd hebben van hun voorvaderen, die de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en, en nog andere calamiteiten. Um, dus, i, i, dus in die zin kan je dat doen. En je kan ook uh, je, je bitcoin bewaren bij bedrijven die bijvoorbeeld. Uh, um, een wachtwoord hebben. De, de, ze hebben bijvoorbeeld een, een, een um, uh, bepaalde bedrijven die, die uh, daar is het nodig dat je, dat je hen opbelt voordat je je bitcoin kan terugvragen. En als je dan in dat gesprek een bepaald, dan stellen ze jou een aantal security questions. En als je dan één woord gebruikt, een geheim wachtwoord, dan, dan weten zij dat jij niet vrijwillig hen gecontacteerd hebt. Dus daar heb je op voorhand afgesproken. Er zijn allerhande zaken die. Er zijn andere bedrijven die een, uh, een tijdspanne van 10 dagen vergen. voordat je effectief je bitcoin kan krijgen. Dus ze hebben een soort van. En um, de het is dat ook, toch? Hey? Dat, dus, ze zeggen dat we hebben een tijdslot op onze kluis zitten. Dus ja, we kunnen gewoon niet bij het geld. tot, tot er een bepaalde tijd verstreken is. Dus, hey, dus dat, zijn, dat zijn zaken die al. Jarenlang, al tientallen jaren bestaan in de financiële wereld. voor als het gaat over andere assets. en dat wordt nu gewoon toegepast op Bitcoin ook. Um, dus ja, het is zeker niet zo dat je Bitcoin onder je, onder je kussen bewaart. Uh, en dat, dat je dan maar zit te wachten. tot er iemand je huis binnenbreekt. Er zijn echt heel veel opties om het. Uh, ja, er is ook multi -stake bijvoorbeeld. dus je kan een wallet hebben. waar dat de sleutels op verschillende plaatsen fysiek bewaard worden. zodanig dat jij thuis bijvoorbeeld maar één sleutel hebt. en dan. Moeten er nog drie of vier sleutels gevonden worden, die mogelijk zelfs in het buitenland zitten, voordat die bitcoin kunnen worden teruggehaald? Dus ja, het, het, het gaat maar door. Bedoel, dus in, men, men kan heel creatief zijn als het gaat over het bewaren van bitcoin. Hoe, hoe, zie je, uh, hm. hoe denk je dat die centrale banken zich zullen aanpassen aan die groeiende invloed van bitcoin en andere. Cryptocurrencies. Well, ik kunnen zij ook de... heel veel Bitcoins opkopen om te zeggen van wij willen een grote whale, wij willen een grote speler zijn, dus wij kopen hier heel veel op, want dan kunnen we de markt beïnvloeden of hoe, hoe zie je die centrale banken en de rol dat ze zouden innemen. Maar dan heb je natuurlijk de game theory die speelt, dus als de centrale bank beslist om ja, we, we gaan hier bitcoins opkopen... Dan, uh, dan zal dat uh, snel de ronde doen in, in de wereld van de centrale bankiers. Dan zal men snel weten van dat land is, uh, is actief bezig met bitcoins te kopen. En dus dan kan je echt wel een, uh, een, een stormloop krijgen vanwege al die centrale banken om ook maar een beetje bitcoin uh, te, 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 te verzamelen. En, en ook op, op die manier hun bestaansrecht uh, te, te bevestigen. Um, want, want eigenlijk. Uh, wat ze gedaan hebben de voorbije decennia is te zeggen van ja, we hebben forex-reserves en daarmee verdedigen we de waarde van onze munt. En, maar eigenlijk wat ze doen is ander fiat geld op hun eigen balans zetten, wat, wat op zich ook op termijn waardeloos wordt omdat het allemaal bijgeprint wordt. Uh, andere staatsobligaties en dat soort zaken. Dat zijn gewoon papier. En dan heb je natuurlijk een beetje goud nodig die ze hebben, dus dat proberen ze wel te bewaren, min of meer. Um, al, ondanks dat bijvoorbeeld Canada uh, een aantal jaar geleden al hun goud verkocht heeft. Dus die hebben die nul hebben ton goud uh, nog over. En dus ja, het is, het is denk ik onvermijdelijk dat uh, centrale banken zullen Bitcoin kopen. Maar natuurlijk, de andere, de andere kant is dat je zegt: van... Oké, okay, uh, we gaan frontaal in de aanval. En we gaan zeggen dat eigenlijk Bitcoin um, iets uh, vreselijk slecht is voor de wereld. Met allerhande academische papers en zo. En we gaan uh, ervoor lobbyen om uh, uh, dat on ons land bijvoorbeeld, of onze regio, uh, bitcoin compleet zou gaan verbieden en, en dat illegaal zou maken, of heel zwaar zou belasten bijvoorbeeld. En dat is nu wat uh, die paper die vijf dagen geleden nog maar gepubliceerd is, ik weet niet of dat je het zag, uh, door uh, twee ECB-geaffilieerde uh, economen. Zij zeggen eigenlijk dat, <laughs> dat is echt een compleet belachelijk argument, maar... Ze, ze zeggen dat stel nu dat Bitcoin altijd maar in waarde toeneemt de komende jaren, de jaren na jaren na jaren, jaren, dat nooit eigenlijk uh, kapot gaat, dan um, is het zo dat de late, de mensen die laat aankomen bij het Bitcoinfeest uh, aan de tafel aanschuiven, dat die minder Bitcoin zullen kunnen kopen dan de vroege adopters. En dus ze proberen dan het argument te maken dat dat betekent dat eigenlijk de vroege adopters waarde stelen van die, van die latere mensen. En dat is compleet luditisme. Dat is eigenlijk gewoon ingaan tegen innovatie. Dat is de, je kan datzelfde argument maken met de huizenmarkt of met Microsoft aandelen. Ja, de de, de laatkomers die, die krijgen natuurlijk minder omdat ze laat zijn. Dat is Hetzelfde, maar onze, onze grootouders die konden meer vastgoed kopen dan dat wij kunnen. Maar dat betekent dat dat zij dat ze geld steelden van ons? Ja, natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat dat waarschijnlijk het grote ja, wapen zal zijn. Men zal proberen om een soort populistische, op een soort populistische manier um, het, het publiek voor zich te winnen en de politiek voor zich te winnen. Om dan eigenlijk het monopolie te kunnen verklaren binnen een land en te zeggen: hier mag je enkel fiat geld gebruiken uh, en we gaan proberen Bitcoin te you know, verbieden, wat nooit zal werken, omdat. Het is het makkelijkste asset ter wereld om met je mee te nemen. Als je naar het buitenland verhuist, drie klikken met je muis en je kan gewoon Bitcoin naar het buitenland versturen. En dan kan je zelf gewoon uh, erachteraan gaan. Dus dan krijg je gewoon een enorme drain en een brain drain. Maar dus dat zijn de mogelijkheden. Ofwel kopen ze het zelf um, en proberen ze eigenlijk hun munt een beetje te. Ja, asset-backed te maken. Ik weet niet hoe je het zegt in Nederlandse, een beetje zoals Old School, een beetje terug naar de goudstandaard te gaan. En je stopt daar ook wat bitcoin in. Ofwel um, proberen echt bitcoin te verbieden, of een combinatie kan natuurlijk ook. Um... Ik zie nog een derde mogelijkheid. Wat als de banken zelf gewoon met de cryptocurrency afkomen, waarbij ze zeggen van uh, wij werken meer samen met Europa, met de overheid, er zijn veel voordelen, het is stabieler en dat ze gewoon een eigen cryptocurrency creëren. Ja, het is volgens mij hetzelfde als, als de overgang naar een goudstandaard. Want men heeft het gewoon een nieuwe naam. Uh, men heeft het dan over stablecoins en zo. En, en Tether is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Dat is een privaat initiatief dat is, um, die, die zijn in Europa gebaseerd. En uh, die, die trekken eigenlijk gewoon de waarde van de dollar. En, en met het nieuwe geld dat binnenkomt. Dus mensen, er is soms meer vraag dan dat ze in kas hebben. Dus dan maken ze nieuwe Tether's. Dus met, met het cashgeld die binnenkomt. Kopen ze dan korte termijn obligaties bijvoorbeeld? En die obligaties, de rentevoeten zijn hoog. En daar maken ze eigenlijk heel veel winst op. Die, die, die maken ondertussen meer winst dan JP Morgan bijvoorbeeld. Uh, met, met bijna niks aan personeel. Ze hebben iets van 60 mensen die werken voor Tether. En ze hebben ondertussen, ik zou eens moeten opzoeken, maar tientallen miljarden in, in Tether's die ze gemaakt hebben, in dollars. En dus die winsten op die obligaties gaan ze dan beleggen in Bitcoin en goud en daarmee bouwen ze dan een reserve op um, en dus ik denk dat dat een draaiboek is die centrale banken wel eens zouden kunnen proberen volgen. En je zou kunnen zeggen ja banken kunnen het ook, maar uiteindelijk um, denk ik dat dat vrij snel gecentraliseerd zal worden en als er een bank komt met zo'n initiatief, we hebben dat gezien bij Facebook die probeerde om met uh, de Libra Libra hun eigen stablecoin te lanceren. Uh, Dan wordt dat al vrij snel uh, ja, weggeduwd vanwege de overheid, omdat ze geen competitie willen. Maar echt een, vrij, een, vrij, een, 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 een crypto-munt met een, um, een vrije handelskoers, dat is compleet onzinnig en dat is ook verleden tijd. We hebben al tien jaar van dat soort experimenten gehad en uh, dat zijn allemaal wat we noemen shitcoins, uh, die gaan min of meer naar nul omdat mensen al snel snappen: van ja, je kan er gewoon eindeloos bijprinten en, en waarom ze ook niet gewoon bitcoin kopen. Hoe zie jij de toekomst van gedecentraliseerde financiën, DeFi naast bitcoin? En zijn er conflicten tussen die twee stromen? Bitcoin is gewoon DeFi. Uh, bitcoin is, is waar alle DeFi uiteindelijk naartoe zal graviteren, volgens mij. Um, je hebt natuurlijk. Uh, Cryptomunten die zeggen van ja, maar wij zijn, wij zijn speciaal gemaakt voor smart contracts en voor het, het, het uitgeven van uh, uh, effecten en zo. En, en dus wij doen dat veel beter en wij zijn veel sneller. Bijvoorbeeld Solana, zij zeggen ja, wij zijn veel sneller dan Bitcoin. En dan Ethereum die zegt van ja, bij ons kunnen de mensen die kunnen coderen, zij kunnen heel speciale smart contracts maken. En Bitcoin is veel... Uh, um, veel stugger en veel moeilijker te, te, te programmeren. Um, Waar ze natuurlijk aan voorbij gaan, is dat het de basisprotocol van bitcoin, het, het basisprotocol die zij ook nodig zouden hebben, um, een factor 100 meer betrouwbaar is in de bitcoin wereld. Dus bij Bitcoin kan je altijd nog protocollen bouwen die bovenop bitcoin passen. Net zoals dat je een, een granieten. Rotse hebt waar dat je, die als basis dient voor het bouwen van een kasteel. Um, dat, dat is eigenlijk de blockchain van Bitcoin. Dat is gewoon de onderste laag. En, en het is belachelijk om, om, een, een, om die laag heel uh, flexibel te maken en zacht. En, en, want, want dan krijg je problemen met wat, wat je er ook bovenop probeert te bouwen. Uh, en dus, dat is dus echt letterlijk uh, de, de, de fabel van uh, de haas en de schildpad. Waarbij dat dus uh, al die andere cryptomunten altijd maar de haast gespeeld hebben. En, en heel snel resultaten wilden tonen. En in Bitcoin heb je dan meer de schildpad mentaliteit. Van ja, laat ons eerst die eerste laag heel stabiel maken. En dan uh, kunnen we zien wat voor lagen die we er bovenop kunnen bouwen. En dat zie je nu dus ook nu met Liquid bijvoorbeeld. Dat is een laag bovenop Bitcoin waar dat je aandelen kan op uitgeven. Op een, op een private manier. Um, je hebt ook Lightning en Arc. Dus in andere protocollen om uh, ja, meer... Uh, snelle transacties te laten gebeuren bijvoorbeeld en smart contracts te doen uh, in, in de bitcoin omgeving en dus dan heb maar je die, dat sterke ja, maar, je, geld die ja, gebruikt ja. wordt binnen die, tegen dat hele, die dus dan heb je eigenlijk DeFi maar bitcoin is dan het, de, de handelsmunt die gebruikt wordt in, dat, in die digitale wereld hm. de, de haas en de schildpad je hebt sommige mensen die dan de haas willen zijn en, en dat is ook soms een van de kritiek dat mensen hebben is van dat momenteel en jij weet misschien meer je hebt echt bitcoin-evangelici die echt zien van het is een levensstijl, een nieuwe manier van de economie dingen vormgeven. Maar je hebt ook mensen die het puur doen voor speculatie. Wat met de kritiek dat eigenlijk momenteel bitcoin nog heel veel gezien wordt als een manier om te speculeren en dan winst te hebben op misschien max vijf jaar. Als het al naar één miljoen zou gaan, kan je enorm veel winst hebben. Tussen mensen dat het echt zien als het een fundamenteel nieuw financiële aanpak van financiën en vormgeving van de economie. Ja, iedereen leert op zijn eigen manier en, en, en je, je wordt, vaak worden mensen eerst in deze plaats aangetrokken door dat idee van snel financieel gewin en dan, uh, ja, dan, dan meestal vallen ze vrij snel op hun bakkes uh, omdat ze merken dat ze eigenlijk niet slimmer zijn dan de markt en dat ze niet, dat ze niet uh, die, alles juist kunnen inschatten en precies op de top verkopen en dan weer kopen op de bodem. En, en ja, zo word je dan een hodler. Uh, men, men zegt wel eens uh, diamond hands. Dus dan heb je diamanten handen uh, in de plaats van... De, wat is het, het andere woord weer? Soy lettuce hands. Dus uh, handen van sla. <laughs> um, dus ja, dat leer je gewoon. Uiteindelijk, wat, wat Bitcoin is, is gewoon heel simpel. Het is gewoon het beste geld van de wereld. En, en geld is gemaakt altijd al... In de eerste plaats om te sparen, om waarde te transporteren. Niet alleen geografisch, over, over de, de, de ruimte zeg maar, maar ook doorheen de tijd. Dat is, dat is de grote uh, kracht van, van gezond geld. En, um, en dus dat betekent dat je gewoon kan sparen en het houden voor de lange termijn. Zodanig dat op een gegeven moment in de toekomst dat je je ziekenhuis mee kan betalen, dat je, dat je onderwijs voor je kinderen ermee kan bekostigen. Uh, en misschien zal er wel een deel zijn die je in je leven niet gebruikt en dat geef je dan door aan de volgende generatie. Um, dus eigenlijk dat idee dat, uh, dat we altijd maar moeten um, Ja, uh, op een soort van ADHD-achtige manier moeten achter beleggingen aanholen en, en de laatste tips volgen van Poldora en weet ik veel wie om, uh, om, om ons spaargeld te beschermen. Dat is, dat is gewoon een, een symptoom van een ziek systeem. Uh, de reden waarom dat we dus vastgoed nodig hebben en, en al die andere zaken, is omdat het geld ziek is. En dat is al uh, bijna 100 jaar het geval. We hebben die inflatietax die daar zit ingebakken en die onvoorspelbaar is en die altijd maar erger wordt. Um, en bitcoin lost dat probleem op. Het lost de grondslag van het probleem op. We gaan eens een keertje we gaan wat kritisch gaan in die podcast ja. trouwens, wat ik wel graag doe met die podcast. Zilf, ja, ja. Um, want ik, ik heb ook bedenkingen erbij, maar ik wil vooral over jouw mening horen. Wat, wat vind je van de mening van Richard Werner, die zegt Satoshi Nakamoto. In het Japans zet je de familienaam eerst, dus is het Nakamoto Satoshi. En als je dat vertaalt, Naka is center, en Motoi is origine of, of, of harde center. En Satoshi is intelligence, dus dat is al een soort van referentie, zoals sommige mensen denken dat mensen doen, in globalistische cirkels, uh, noemen ze dat. Ze hebben er ook in die, in die film gedaan van die zaadjesplanten of van die planten. ik weet niet wat de naam ervoor is. Uh, dat het eigenlijk origineel, want het is een heel mythisch verhaal van een mythische ontwerper die dan een geschenk gegeven heeft om dan decentraal, laten we zeggen, de machtselite dat grotendeels financieel is, aan te pakken. Dat dat eigenlijk, ja, hij hint eigenlijk naar Central Intelligence Agency, of dat dat eigenlijk uh, daar een origine heeft. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik ben, ik ben bekend met die theorie. En ik heb veel sympathie voor conspiracy theorists. Uh, er zijn veel conspiracies die, die waar zijn. Um, in de wereld zweert men samen in kleine kamertjes en, en probeert men zaken te doen uh, buiten het publieke oog en zo. Dat is absoluut waar. Um, en, en specifiek als het gaat over deze theorie, dan uh, geloof ik het niet. Voor, uh, er zijn een aantal redenen daarvoor. Bijvoorbeeld um, voorbeeld, vrij simpel is, de, de, is, is competentie. Uh, ik denk dat de, de competentie van uh, Amerikaanse overheidsinstellingen gaandeweg afge, afgekalfd is over de jaren. Um, en uh, dat zien we nu ook bijvoorbeeld van ja, de Secret Service, hoe dat ze Trump beschermden en, en, en een aantal andere zaken. Uh, Peter Thiel heeft daar ook een, uh, uh, ik denk dat het op Joe Rogan was, dat hij erover praatte, um, dat er eigenlijk op vrij objectieve manier hij dat wel kan vaststellen, dat die competentie achteruit is gegaan. Um, en dan, dan is ook natuurlijk het, het, het fenomeen van de Cypherpunks. Wat denk ik, je, je kan geen argument maken dat de Cypherpunks als beweging... Dat dat uit de overheid kwam, of zo. Bedoel, dat is gewoon veel te transparant wat er daar allemaal bediscussieerd is. Dat was allemaal open, open source. Um, en ze wilden ook uh, die, 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 dat militaire encryptie, dat was, dat was eigenlijk beschermd. Dat was overheidsintellectueel eigendom, die je niet naar het buitenland mocht transporteren. Dus eigenlijk die, gewoon die woorden en die code, dat mocht je zo gezegd niet over de grens transporteren. Dus ze hebben daar uiteindelijk um, voor gevochten om dat gewoon open te maken. Dus ja, dus heel die beweging is zo overduidelijk niet deep state of, of, of CIA of noem maar op. En, dus, en, en Bitcoin is denk ik een heel natuurlijk gevolg van die beweging. Uh, die discussies gaan al terug tot de jaren negentig over een, 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 een uh, digital cash uh, systeem. En al de componenten van Bitcoin zijn ook ontwikkeld geweest door. ...cypherpunks die, die uh, duidelijk niet met de overheid geaffilieerd waren. Dus wat Satoshi gedaan heeft is die componenten samenbrengen. En dus ja, bedoel, ik bedoel, ik snap niet goed waarom dat, dat dan een... Uh, ...ja, een NSA worker zou moeten zijn of een overheidswerker. En ik snap wel de link, want, want de NSA bijvoorbeeld... Die, ...die wist al van Bitcoin vrij vroeg. Die wist al omdat ze bezig waren met uh, uh, illegale activiteiten online... ...en mensen die proberen om hun identiteit te verbergen en zo... Dus je hebt eigenlijk wel vroege Bitcoin-adoptie gehad onder NSA-workers. En die mensen zijn dan ook gewoon met pensioen gegaan, omdat ze zoveel geld verdienden aan, aan, aan Bitcoin. Gewoon, gewoon over het woord van Central Intelligence. Dat zijn zo van die theorieën van. Uh, uh, you know, if, if if all you have is a hammer, you see nails everywhere. Like the, the als je praat met de Japanner, dan, dan had hij waarschijnlijk nog tien andere betekenissen hebben dat je kan geven aan die naam. Um, dus Het lijkt me, me een beetje vergezocht. En, en nogal heel dun als, als zeg maar bewijsmateriaal. Zeg maar hoor, ik wil, ik wil, ik wil horen. Hetgene dat ik bedenkingen bij heb is het feit van, we gaan dus teruggaan bij uh, Japan. Palantir is ook bezig met AI en uh, wapensystemen. Als uh, Trump wilt, gaat Palantir trouwens sterk stijgen. aan uh, investeringstip van de podcast. Uh, DARPA was, was uh, betrokken bij de ontwikkeling van, uh, van het internet. Dus ik zeg niet dat ik zeg van het is ontwikkeld door de CIA. Maar in de geschiedenis zo levensveranderende technologieën die ontwikkeld zijn. En dat dan ja, het financiële systeem geen rekening mee hield. En dat zo dan ontstaan is. En zeker als een verhaal dat ja, mythische proporties aanneemt. Het zou kunnen, maar het gebeurt niet vaak. Dat is gewoon de bedenking die je hebt. Zeg niet dat ik akkoord ga met deze theorie. W het dat zou kunnen? Niet... Wat bedoel je? Het zou... Wat zou kunnen? A ah, is de vraag van, is het ontworpen door? Dat is, dat is dan één iets, dat we voor een stuk op ingegaan zijn, van ja, dat jij zegt, cyberpunks en de beweging, et cetera, is zo anti-overheid en, uh, en die dingen, dus ik acht het redelijk onmogelijk. Het tweede aspect is ook dat uh, globalisten of de financiële elite hier geen rekening mee zou gehouden hebben, of, of dat dit hetgene is dat tegen het financiële systeem kan vechten of tegenwicht bicht, uh, bieden, als je weet hoeveel macht dat zij hebben, hoeveel controle, hoeveel beïnvloedingsmechanismen dat ze hebben. Uh, net zoals ik heel veel bedenkingen heb bij Elon Musk, die de rijkste man van de wereld was, zonder steun van het financiële systeem en mensen daar, gezien mijn lezing soms over de beïnvloeding van de macht. Dus ik heb er wel veel vraagtekens bij. Ja, en, en dus, het is goed om, om sceptisch te zijn. Uh, ik ben blij dat we nu, allee, dat, we, dat we eigenlijk veel. Bronnen hebben. Ik, ik raad mensen zeker aan om het, in het Engels te proberen lezen over dat soort zaken. En, 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 en informatie te verwerken. Omdat. Zeker het Nederlandse taalgebieden is dat echt wel klein als het gaat over, uh, over, over ja, dat soort zaken, zeker als ze als dan in de VS zouden plaatsvinden. Um, ik, zou, ik zou suggereren dat probeer om in je hoofd een soort van waarschijnlijkheid toe te kennen aan die theorie. Zo van weet ik veel, 20% waarschijnlijkheid. Misschien ...denk je echt wel dat het mogelijk is, dan denk je 70% waarschijnlijkheid. En, en dan, um, dan kan je... ...misschien moet je dat nog verdisconteren met het, het feit dat Bitcoin open source is. Dat er eigenlijk al, al 15 jaar aan gewerkt wordt op een compleet transparante manier. Dus dan misschien moet je, moet je zeggen van... ...ja, misschien dat de CIA oorspronkelijk het gemaakt had... Maar nu is het uit hun handen, dus is het, is het op een manier hebben ze de controle verloren. Dus misschien moet je dat weer een beetje. En, en ik zou gewoon zeggen: van, gebruik die zaken om te beslissen. Te beslissen niet, niet binair: wil ik Bitcoin kopen of niet, maar gewoon hoeveel koop ik er? En hoeveel blootstelling wil ik mezelf gunnen? Uh, gegeven dat idee dat misschien, het misschien wel een keer zijn oorsprong kunnen hebben in een of ander bureaucraat die daar, um, die daar een soort plan mee had. Um, ik, ik, ik zou het jammer vinden als, als, als sommige van onze slimste mensen en, en de mensen die het meest openstaan voor um, zeg maar een andere kijk op de wereld, dat die um, volledig de boot zouden missen en, en eigenlijk uh, ja, zeg maar de reddingssloep zouden missen die Bitcoin wel eens uh, zou kunnen zijn. Zeker voor Europeanen. De grootste bedenking die ik heb. Niet alleen bij, bij bitcoin, maar cryptocurrency is. En ik, en, ik, en, ik, en ik ben heel bevreesd voor die evolutie, dat ze die technologie zullen gebruiken. Ik we ga wel kritische vragen stellen over die ledger en, en mm -hmm. hoeveel dat er opgezocht kan worden en, en, en privacy en ja. slechte betalingen, dat dat traceerbaar is. Wat dat, ik denk dat wel een probleem is. Maar als deze technologie gecombineerd gaat worden met een social credit score, dat alles transparant toont van wat je gekocht hebt, misschien in de toekomst met... Uh, ja, vervuilingsstromen, ESG-scoren, hoeveel je beweegt, etcetera... En dan gekoppeld aan een Digital ID, dan heb je eigenlijk enorm veel informatie en data om mensen een, uh, op te volgen, track-and-trace, gedrag te regelen, te voorspellen, op te volgen. Dat wil niet zeggen dat die technologie inherent daarmee gelinkt hmm. moet worden. Dat kijk ik misschien naar overheid of andere instanties. Maar ik zie wel die dingen tussen een EID en dan Social Credit Store, of die gedragscores, etcetera, waarbij alles gemeten wordt. In de vorm van net wat je zei van de laatkomers, solidariteit. Wij willen dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dus als ze dan al die gegevens hebben, ook de financiële vermogens van mensen, die dan een index gooien, een ledger, allemaal uitgeven, berekenen. en dan je taxeren, belasten, controleren, sturen, nudgen. Dat zijn gevaarlijke dingen, dat ik vind over, over controlemechanismen, surveillance-staat. Gebrek aan onafhankelijk vrijheid die ik mogelijk mm -hmm. zie gebeuren. Ja, ja, en, en, en dus dat soort vragen moet je altijd stellen. Vanaf dat je het hebt over iets dat digitaal is, hè. is, is uh, nog veel meer, natuurlijk, als het gaat over een. een een euro-rekening bij de bank, want, want dat is volledig. Daar heeft de overheid zelfs zij run in de database waar, waar, waar je geld op de ledger staat. Dus zij kunnen gewoon uh, heel simpel um, balansen bevriezen. En, en, en dat zie je nu ook met uh, mensen die bijvoorbeeld uh, veel te doen hebben met Bitcoin in België, die, uh, die zien meer en meer dat hun bankrekeningen gesloten worden. Um, en, en natuurlijk met die hate crimes en het feit dat de vrije meningsuiting eigenlijk uh, op de schop staat in Europa. Dus uh, dan, dan kan je inderdaad heel snel voorstellen dat iemand die uh, een verkeerd commentaar maakt, dat die dan plots uh, maar uh, 100 euro per week mag afhalen ofzo. Um, maar het, het verschil met Bitcoin is toch wel nog steeds dat die, dat die database gl globaal uh, toegankelijk is. En ook dat. Um, dat je eigenlijk als, als je de, een, een, een node runt, dus als je de software runt, dat je geen toegang hebt tot de individuele balansen. Dus je hebt ja, miljoenen mensen die in, in die database inderdaad een, een beetje bitcoin bewaren. Maar al die, al die sleutels, dat is allemaal versleuteld. Dat is allemaal cryptografisch versleuteld. En de overheid geeft geen toegang tot die individuele versleuteling. En, en waarom weet ik dat? Omdat. Als individu kan je uit het niets een nieuwe wallet aanmaken. Dus er zijn meer potentiële wallets dan dat er, uh, ik geloof, uh, zeker zandkorrels in de Sahara. Maar dat is nog veel absurder. Ik bedoel, ik, ik, dat zijn binnen atomen in het universum of zo. Zoveel mogelijke wallets zijn er denkbaar: private sleutels. En dus jij als individu kan letterlijk met, met een paar dobbelstenen um, zelf een nieuwe private sleutel aanmaken. Je kan, dat, um, je kan uh, 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 dat die private sleutel op een fysiek um, USB-stickje of zo bewaren. Um, en, uh, en dan kunnen mensen daar geld naartoe sturen. En de, de, hoe kan de overheid weten dat jij op die locatie in Gent, in die straat, die private sleutel hebt aangemaakt? Want je kan hem aanmaken zonder ook maar ooit het internet aan te raken. Uh, dus, dus het is eigenlijk. Ey, en dan als het dan. Stel, stel nu dat, dat, je, dat je die sleutel krijgt van iemand anders. Dus, uh, een, een, dat heet een OpenDime bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk een, een fysiek um, toestelletje. Dat kost iets van 20 euro of zo. Um, iemand anders kan jou die OpenDime geven, waar dat er al Bitcoin op staat. Dus ze kunnen jou fysiek die, die OpenDime overhandigen. En dan heb je fysieke Bitcoin, die nooit het internet aangeraakt hebben. En er is helemaal geen online bewijs dat die transactie ooit heeft plaatsgevonden en dat jij, kan je jij dat op, op zich opnieuw weer doorgeven aan andere mensen. Um, en dat, dan, dat gaat nog alleen nog maar over uh, base layer bitcoin. Dus dat gaat enkel maar over bitcoin die inderdaad op de publieke ledger bewaard worden Maar nu krijg je dus um, die, die andere protocollen waar ik het over had, die bovenop bitcoin gebouwd worden, die, die zijn veel privacyvriendelijker. Um, daar heb je heel veel meer mogelijkheden om echt uh, ook op digitale manier je, je, uh, zeg maar je, je privacy te behouden. Omdat alle transacties niet permanent bewaard worden. Dus, dus, gewoon, dus, dus je hebt al die lagen die, die in het bitcoin-ecosysteem ingebakken zitten. En dus net zoals dat je een gouden munt kan krijgen van iemand. En jij geeft hem daar cash, euro's voor. Kan je ook bitcoins kopen op een gelijkaardige manier. En cash. Um, dus dat zijn allemaal zaken. De, en, en, en dan, dus dan heb je eigenlijk op een manier het beste van beide werelden. Dan heb je een soort van cash-manier um, om, om. En de beste manier om dat te doen is gewoon werk te leveren en te zeggen: Ik aanvaard mijn betaling in Bitcoin. En dus dan gaandeweg word je betaald in Bitcoin. Ik kan dat kan natuurlijk wel uh, in het algemeen aan, omdat mensen hun belastingen betalen. Maar je kan ook. Wel, dat verdienen. is hetgene dat ik net wil aanhalen. Ja, dat ja, maar, is hetgene ja. dat ik wil aanhalen. Dus je mm -hmm. hebt als de ene kant natuurlijk de privacy dat je wil bewaren, dat ze niet alles inzagen in krijgen. Maar ik, ik, ik denk inherent dat het probleem niet zit in de technologie, maar in de overheid. Dat zegt van kijk, er zijn bepaalde mensen die illegale activiteiten hebben, belastingen mm. ontwijken, niet solidair zijn met de samenleving. Moest er ooit een, een B in zijn dat ze beslag moeten leggen op de assets en vermogen van mensen? Zeggen zij van ja, het moet wel transparant zijn voor ons. Want we willen vanuit de belastinginstanties of sociale zekerheidsinstanties weten of deze mensen wel correct genoeg betalen. Hoe hou je dan de balans tussen die privacy en dat ze niet overal inzage in hebben? Maar bijvoorbeeld een bemoeiende overheid die wil van, ja, dat moet wel transparant zijn voor ons, dat we weten hoeveel belastingen en bijdragen je moet betalen. Als de overheid er ooit in slaagt om uh, alles transparant te maken, dan, dan zit je gewoon in het communisme. Dan heb je gewoon China en... en uh... En ik wil niet in zo'n land leven, dan stem ik met mijn voeten. Uh, dan, dan, dan ben ik daar weg. En, en dus o, om te zeggen: van ja, we gaan op voorhand al ons neerleggen bij zo'n soort toekomst. Ik ga enkel assets hebben die volledig transparant zijn voor de overheid. Ja, dan zeg je eigenlijk: van ja, kom, kom en, 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 en stil maar van mij. Bedoel, uh, terwijl, wil, wil je als, als verantwoordelijke burger of als vrije mens niet gewoon. Op zijn minst het de overheid moeilijk maken om zomaar je geld te stelen. Zo is het ook met onze huidige belastingen. <laughs> Wel, ik, ik heb het dan over nabelasting, dus wat, wat je verdiend hebt, nou, begon je, je, je spaargeld, zeg maar het, 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 je, je bezittingen. Um, men heeft het over die schaapjes op het droge brengen. Well, dat betekent dat je fysiek die schapen naar een hoger plateau brengt, waar dat de. de, de overstroming ze minder snel kan uh, te pakken krijgen. Wel, we hebben een overstroming van communisme. Dus dan zet je je schaapjes op het droge. Zet je ze zo hoog je kan. Um, en dat is gewoon... En dat doe je... Allee, ik bedoel... Eh, dat, dat is gewoon... en, en want uiteindelijk wint bitcoin het sowieso. Ik bedoel, het is gewoon veel betere technologie. Dus op, op termijn krijgen we gewoon een wereldstandaard. En gaan mensen gewoon in bitcoin denken en in bitcoin betalen. Omdat het... het is, we hebben al een open standaard met het internet, met TCP-IP. En nu krijgen we een open standaard met Bitcoin. Dat is gewoon logisch. En dus het gaat vooral over die overgangsperiode. Het is niet voor de komende 200 jaar dat we, dat we hiermee zullen worstelen. Ik bedoel, um, fiat geld is niet houdbaar omdat het lekt aan alle kanten. Het is compleet lek. Uh, als het gaat over monetaire energie, verliest het altijd maar waarde. En uh, Bitcoin is gewoon overduidelijk een beter systeem. Zie je dit niet mogelijk dat de overheid uh, dit zou willen linken aan Social Credit Score, EID? E ja, ja. tuurlijk. They'll do anything they can get away with. Tuurlijk, zullen ze proberen. Maar Bitcoin is het beste verdedigingsmiddel tegen dieven aan de macht, zeg maar. Omdat het het moeilijkst steelbare geld is. Als uh, um, de overheid. Als jij je private sleutel gemaakt hebt en je hebt dat goed versleuteld, kan zelfs de Amerikaanse militaire macht met alle raketten en atoombommen kan niet in die portefeuille. Ze kunnen het niet kraken. Uh, maar de overheid gaat zeggen, nu verdedig, nu verdedig jij potentiële illegale activiteiten <laughs> Ja, maar ja, bedoel, alle technologie kan, zo, kan illegaal gebruikt worden. Bedoel, moeten we dan stoppen met... met uh, met mobiele telefoons te gebruiken omdat de terroristen uh, met elkaar communiceren via telefoon. Met Telegram heb je toch, met Telegram heb je toch gemerkt, met Pavel Durov, dat zij hem aanklagen omdat er bepaalde activiteiten op het platform zijn. en die potentieel illegaal kunnen zijn. en dat hij als CEO, verantwoordelijker voor dat platform, verantwoordelijk is voor de activiteiten die gebeuren op dat platform. Wat als de overheid zegt: van kijk, via deze Exchange. Of via deze, deze bitcoin zijn er eigenlijk illegale activiteiten gebeurd. En die exchange of die verantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor die illegale zaken die gebeurd zijn op het platform. Ik bedoel, mean, tuurlijk, ze zullen van alles proberen. Laat hen maar geld en middelen verbranden in, in het proberen van uh, het, 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 het mensen onrecht aan te doen. Eh, zaken te confisceren. Wij zijn opgegroeid. In Vlaanderen, bedoel, dat is de, de bakermat van de passieve resistentie, Van, van de passie, het passieve verzet. Doe je, 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 je gaat daar eens in, in een domein waar niemand wil wonen, in een moeras, en je bouwt daar een dorp, en je bouwt daar een muur rond, en je zegt: Dit is van ons, come and take it. Als je, als je het wel, wel wel probeer maar. En inderdaad, de Spanjaarden, ze hebben geprobeerd om, om alles in te nemen. En dat is ze niet gelukt. En Nederland was het resultaat. En dan vanuit de Nederlanden hadden we dan... Um, Nieuw-Nederland in, in uh, Noord-Amerika. Hadden we um, uh, Zuid-Afrika. En, en, en al die andere plaatsen waar, waar we van alles gebracht hebben. Um, dus dus wat, wat gaan we doen? Gaan we gewoon zeggen van ja, kom maar af en, en, en domineer ons maar. En, en dan verliezen we toch onze identiteit volledig. Ik bedoel, er zijn niet zoveel culturen die... ...individualisme hebben als, als een soort van uh, grondslag. Uh, Vlamingen en Nederlanders hebben dat. Wij hebben dat in ons DNA, individualisme. En bitcoin is een fantast ...is de moderne manier, is, de, is het moderne... Um, ...de moderne waterburgt, is, is bitcoin. In de digitale wereld kan je zeggen van... ...dit is van mij. Ik claim dit. Dit is mijn citadel. Come and take it. En je doet dat op een vredevolle manier. Bedoel, je doet het niet agressief. Maar je zegt wel van, ik ga het je niet makkelijk maken. Je kan je bitcoin ook ja, je bewaren wel. als je het niet zelf wil doen. Bewaar het bij een bedrijf in het buitenland. Het zijn jouw bitcoins. En dan komt jouw overheid eraf van, ja, hey, uh, we hebben hier geen... Uh, ...bevel of zo, we willen gewoon zijn bitcoin pakken. En dan zegt dat Zwitserse bedrijf, sorry, ja, nee, dat, uh, we, we doen dat niet. Of dat, dat bedrijf in Zuid-Amerika, weet ik zo waar. Ik bedoel, maken ze het toch niet gemakkelijk? Ik bedoel, had het toch niet bij de knieën gaan zetten? Je, je, je bitcoin. Of, of je goud. Want het is hetzelfde. Waarom zou je je goud laten bewaren? Weet wel. We, we zitten in een periode waarbij dat overheden compleet desperate zijn. Ze zitten tot over hun oren in de schulden. Ze gaan proberen te pakken wat ze kunnen voordat er een regimewissel komt. Uiteindelijk komt er een regimewissel. Dus het is niet dat je zoiets dat, dat voor altijd en eeuwig is, dat je moet. ...dat je moet zeg maar in die modus leven... ...maar dit is wel degelijk een periode... ...waarbij dat er confiscatie zal proberen gepleegd te worden... ...en wat zie je doorheen de geschiedenis... ...men gaat altijd voor het laaghangende fruit... ...dat is wat de overheden doen... ...ze gaan daar waar het makkelijkst is om het te pakken... ...daar pakken ze het... ...in, in de Tweede Wereldoorlog... ...de Amerikaanse overheid had suiker nodig... ...om aan de soldaten mee te geven naar uh, het front... En wel, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gekeken... ...welke bedrijven hebben er grote stockages aan suiker en dan hebben ze gewoon gezegd wij confisceren dat ze zijn niet bij alle mensen thuis geweest en in en, 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 en de keukenkast al suiker genomen natuurlijk niet dat is veel te duur dus dat is het dat is wat hij moet doen als als bitcoiner is gewoon denken van hoe zorg ik ervoor dat ik dat ik niet het makkelijkste ben om te pakken te krijgen en en we gaan die overgang maken van een 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 wereld die failliet is, een wereld die... een uh, op korte termijn denken functioneert een wereld die spiritueel vrij leeg is, um, naar een nieuwe wereld met, met, met nieuwe bewegingen en nieuwe ideeën en sterkere instituties die natuurrechten beschermen. En, en, en dit is een periode waarin dat we de overgang moeten overleven zo best, uh, op, op de beste manier dat we kunnen. Je maakt zo'n vergelijking uh, uh, met de Bitcoin-reformatie, als we dan toch bezig zitten rond de 16e eeuw. Uh, ik denk onze gouden eeuw. Mm. Ik denk dat de Vlaming wel iets passiever is dan de Nederlander in het 70-jarige oorlog mm. en, dan, en dan toch nog meer voor de afhankelijkheid te gevochten heeft. Maar je werkt wel met die machtsstrijd van reformatie dat was bij het machtsmisbruik, zeker aan de elite, het afkoop, afkopen van aflaten en dan een beetje de andere beweging, meer katholiek, de renaissance. Welke, welke soort ideologische filosofische of culturele aspecten spelen hier dat je deze bitcoin implementatie ook vergelijkt met de met de met de reformatie en en de revolutie die toen gebeurde zeker de grondslag van bitcoin zit in die cypherpunks en daar heb je het gewoon over natuurrecht dat is gewoon het, het idee dat ieder individu op de wereld het recht heeft op zijn eigen lichaam op zijn eigen leven uh, en bezettingen zijn het verlengde van je lichaam, want, want je lichaam is wat dat de toekomst openzet. Dus het feit dat je gezond bent, weet ik veel, dat betekent dat er aller, allerlei dingen mogelijk zijn voor jou in je leven. Um, en als je dan hard werkt en je, je vergaart wat geld bijvoorbeeld, dan vergroot dat, jij en je geld samen, vergroot dat de opties, de mogelijkheden die je hebt om uh, je eigen leven te leiden en, 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 en zoals hij het wel. En dus dat, dat zijn natuurrechten. Um, dat is, je kan geen argument maken om mensen hun eigen bezittingen af te pakken. Je kan het alleen gewoon met agressie doen. Um, en en um, natuurlijk, de samenleving was complex in, in, in die 16e eeuw. Um, uh, men had die. die uh, allee, dus men had de, de middeleeuwen overleefd. Um, men had Europa eigenlijk echt heel bevarend gemaakt. Uh, vrij homogeen ook als het ging over religie. Maar dan um, had je toch nog altijd enorme strijd in het Middellandse zeegebied uh, met de, de, de Ottomanen en zo. Uh, die eigenlijk vrij agressief wilden territorium ver, ver, veroveren in Europa. En dus landen zoals Italië, um, zeker Venetië en dan ook uh, Spanje. Die waren heel hard van de, van, van de mentaliteit van we moeten dat tegenstrijden. En dus zij zagen de Katholieke Kerk eigenlijk als een logisch, um, logische partner om uh, belastingen te heffen in Europa. En dat dan te gebruiken om oorlogen te voeren en te zorgen dat die, die grenzen van Europa uh, beschermd werden. Maar dus wij die in, in meer in het noorden leefden, wij waren daarvan. ...meer geïsoleerd, omdat toen, toen had je geen vliegtuigen... ...dan kon je niet gewoon immigranten uh, droppen in het midden van Europa. Um, en, uh, en dus... Er was ergens een grens die... Te, ...dat ging gewoon te ver voor sommige mensen. De belastingen waren te hoog. En ook, bedoel, het is natuurlijk begrijpbaar ook... ...want, want hing, men had absurde redeneringen van... ...ja, en je, je moet... Je moet geld betalen aan de priester, want misschien heeft jouw grootvader iets fout gedaan en zit hij nu in het vage vuur. En dan, dat was letterlijk, dat waren zaken die gezegd werden. Hé, hey, als je geld betaalt, dan krijgt hij ook een aflaat en dan, dan is alles goed met hem. Uh, en ook natuurlijk de, 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 de kerk, de, 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 de Sint Paulus kathedraal in Rome was enorm, enorm duur. Dus men vroeg zich af, ja, is er nu eigenlijk wel nodig, al die, al die luxe... Um, en dus daarom was, was dan de protestantse beweging was van letterlijk wij protesteren. Dat was niet wij bouwen een nieuwe religie. Dat was gewoon van wij willen eigenlijk uh, niet meedoen aan dat verhaal. Voor ons is de religie iets spiritueels, iets individueel. Uh, en dus dat kwam uit, uit Vlaanderen. En. en um, de parallel die ja, je ziet. en de, de, hoer, de hoeren van Satan en al de, de sodomie datzelfde zelf de priesters deden, en, en seksuele escapades. Ook op moreel vlak was er toen ja echt wel een compleet moreel escapisme bij, bij de top van de. Ja, kleren. ik denk dat vooral Luther daar heel hard over, over, over zat te schrijven. Um, maar. Um... Ja, en, en dat is natuurlijk altijd het risico met een monopolie. Als je, als je een monopolie krijgt in de wereld, dan, dan krijg je die excessen. Omdat er eigenlijk geen marktwerking is, zodat mensen kunnen stemmen met hun geld op het ene bedrijf, dan wel op het andere. Uh, er is maar één bedrijf. En, en dus dat is, dat is het probleem nu ook met het financiële systeem. Is dat eigenlijk dat, dat we zitten met een monopolie. Dus die, die, dat is een soort van kerkelijke hiërarchie. Um, waarbij dat de top van de hiërarchie misschien de, 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 de BIS is, de Bank for International Settlements en dan ook de, het IMF. en, en Dat zijn zo'n beetje de topinstituten. Um, en natuurlijk ook de Amerikaanse Centrale Bank zit er ook aan die top. De belastingen die zeer, die zeer zwaar en zeer agressief worden. En dat is dat Bitcoin is eigenlijk een respons dat tegen is van hé, hey, kunnen we het niet gewoon anders doen? Hebben we, hebben we jullie wel nodig voor die zaken? Dat, dat zijn de parallellen ja. volgens mij. Wel, als we het visionair bekijken, stel je voor dat ik een wereld schets. waarbij dat het betalingssysteem via het geld niet meer bestaat. Bitcoin zou bestaan. Ja. En als we kijken bij de excessen dat er gebeurd zijn: hè, 4 naar 8 uh, triljoen gedurende Bush. Dan uh, 10 miljoen 20 triljoen gedurende mm. Obama. Nu bijna 36 triljoen. De ECB-bank. Geldprint er aan constant. Al het geld van COVID. Uh, de de machtsmisbruik mm. bij, bij ECB en andere instanties. Uh, Vanguard, BlackRock, die superveel. Uh, ja, investeren in... Met... Al voor dat het in bitcoin was momenteel en dat het fiat geld in dat systeem niet bestaat. Welke van die zaken die ik nu benoem, zouden wel nog kunnen? En welke zaken die ik momenteel benoem, zouden compleet anders zijn of niet kunnen? Ja, wel... Um, um, je zou in principe wel nog fractioneel reservebankieren kunnen doen. Um, dus ten wat, wat eerste wat je niet zou kunnen doen, is gewoon bitcoin bijmaken. Dus dat, dat kan je niet. Er, er is een fysieke onmogelijkheid daar... Dus je hebt altijd die, die reële schaarste aan bitcoin. Dus wat je in principe wel zou kunnen proberen is te zeggen: van wij zijn een bitcoin bank. En um, als jij inloopt op onze website, dan zie je een bitcoin balans staan uh, op je rekening. En uh, wij, wij lenen ook bitcoins uit. Als je bitcoin van ons wil lenen, dan kan je dat doen. Dan zie je hoe dat gebeurt. En, en dan als bank kan je eigenlijk gaan, gaan liegen en zeggen van. en, en Mensen bitcoin uitlenen die eigenlijk niet van jou zijn, die van jouw spaarders zijn. En dat, dat noemen ze fractioneel reservebankiers. Dus in plaats van alle de analogie, naar analogie bij de parkeergarage, alle auto's blijven in de garage die, die geparkeerd worden voor jou. Maar je gaat aan de achterkant zetten van auto's te huur... en gaan mensen hun auto's uh, uh, verhuren. En natuurlijk, omdat geld fungibel is, kan er eind duren voordat mensen snappen wat er aan het gebeuren is. Nu, het verschil met het huidige systeem is. Dat er geen centrale bank is die kan die banken redden die die fraude plegen, die dat fractioneel reservebankieren doen. En dat zagen we dan ook in de periode van het vrijbankieren in de 19e eeuw bijvoorbeeld en in Amerika en, en ook in Europa is dat een aantal keer gebeurd. Um, als ze het gewoon te ver pushen en als ze dan ook hun geloofwaardigheid verliezen als bank, dan krijg je een bankrun en dan is het gewoon gedaan met die bank. Dan... dan uh, net zoals FTX, de, die, 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 die slechte crypto-exchange. Die, die op een vreselijke manier gerund was. Dat is over and out. Die persoon zit in de gevangenis. Dat komt niet meer terug. En mensen hebben ook lessen geleerd. en gaan waarschijnlijk wat prudenter zijn in de toekomst. Uh, terwijl het huidige systeem is anders. Daar heb je too big to fail-banken. En dus uh, als die fraude plegen. en als die in de problemen komen. dan krijgen die gewoon een bailout. out had de centrale bank gewoon geld bijprinten en dat in die banken pompen. Dus eigenlijk heb je een pervers systeem waarbij de, de slechtste en meest corrupte instituties het meeste geld krijgen van, uh, en dat is dan vers geld, wat, wat, wat veel koopkracht heeft, dus eigenlijk die zich echt gaan verrijken um, ten opzichte van banken die meer verantwoordelijk zijn en kleiner blijven, um, die krijgen niet die, die bailouts. Dus dat is toch wel een enorm groot verschil. Uh, en natuurlijk een groot verschil, zelfs met de goudstandaard, is dat bitcoin extreem makkelijk te auditen is. Dus als jij als, uh, als uh, zeg maar Kraken bijvoorbeeld, dat is een bitcoin exchange, je hebt zoveel duizend bitcoin op je balans, uh, niet op je balans staan, maar de, die je bewaart voor je, voor je klanten, dan kan je uh, met, met software, kan je daar heel transparant over zijn, dan kan je mensen zelf laten checken of zij een enige unieke claim hebben op de bitcoin die, in, die daar bovenaan in hun rekening verschijnen. Um, dus op die manier kan je echt wel uh, nazien of dat, uh, men zich aan zijn woord houdt, bijvoorbeeld. Uh, en ook het, het, het wegvluchten naar een andere bank, als je dus uh, uit Bitcoin weg wil, dat is ook maar een paar muisklikken. Dus dat kan ook heel snel gebeuren. Dus dat, dat houdt toch. Er is gewoon veel meer accountability in een, een Bitcoin-financieel systeem versus in een. Uh, en, een, en, een, en, een, en, en er is ook minder. In, sorry, in een in het overheidssysteem die we nu hebben, het fiat systeem. Er is ook minder collusie tussen overheden en uh, banken, wat natuurlijk enorm groot is nu, um, waarbij dat uh, staatsobligaties worden gekocht door de banken. En die worden dan bewaard als onderpand. En uh, daarmee wordt er dan nog meer geld geleend en zo. Dus dat is eigenlijk uh, ja, heel heel. Pervers systeem, die veel moeilijker was onder de houtstandaard. Je ziet dat ook. Oorlogen waren ook kleinere schaal. De, 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 we hebben ook de, de grootste oorlogen die we gezien hebben in de geschiedenis, als, als percentage van het uh, bruto binnenlands product, product bijvoorbeeld, dat is allemaal gebeurd in, die, in dat Fiat-tijdperk. En dat is niet toevallig, omdat mensen, uh, overheden, kunnen dan enorm veel geld printen en dat allemaal uitgeven. Dus eigenlijk letterlijk stelen van de bevolking. En dat was uh, heel veel moeilijker in, uh, in, in de eeuwen ervoor. Stel je voor dat je advocaat van de duivel bent, je hebt je zo vertiept in bitcoin en ik zou, ik zou, je mag zelfs kiezen om het niet te zeggen, maar, maar je zal het wel weten. En, en je, je bent eigenlijk een vijand van bitcoin en je moet echt explosieven plaatsen op de zwakste plek van bitcoin of, uh, of de bitcoin-adoptatie. Waar zou je als vijand van bitcoin het meest op inzetten om de implementatie of het succes van uh, bitcoin uh, te niet te doen of uh, enorm te vertragen? Uh, waarschijnlijk uh, de, de strategie van uh, Yuri Bezmenov uh, en, en de, 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 de Russische geheime dienst, dus echt wel uh, de, de, het, het communistische draaiboek uh, zou ik erbij nemen en, en echt werken aan dat uh, cultureel marxisme, het demoraliseren van de bevolking, uh, zorgen dat mensen het geloof verliezen en individueel kunnen... Um, deze informatie verspreiden, uh, proberen om mensen die al in een slachtofferrol te zitten, om, om die proberen aan boord te krijgen uh, met, met meer radicale zaken, um, zodanig dat ze eigenlijk echte uh, ja, instituties gaan aanvallen. Dus eigenlijk een soort van uh, auto-immuunziekte proberen op te wekken in de samenleving, zodat het, dat het de samenleving zichzelf gaat aanvallen. En, en met, dat men stopt te geloven in het idee dat, dat, dat je zoiets kan hebben als een soeverein geld of soeverein bezit. Um, en dat mensen gewoon collectivistisch beginnen denken. Dus dat, dat denk ik dat de, de meest effectieve aanval zou zijn op, uh, op bitcoin. Is dit niet momenteel al bezig, vraag ik me af. Een van de dingen die hmm. ik bewonder in mensen die echt bitcoin erg uitdragen, is dat die staan voor twee dingen. Vrijheid en privacy. Maar als ik kijk, je bent van exact hetzelfde jaar als mij, 1983. Wij waarderen privacy, dat zijn jouw zaken niet, weet je wel, dat bepaal ik zelf wel. Die vrijheid, ook die grunge dat je had van Nirvana, die, die rebelse manier van tegen het systeem en dat vrije ontdekken. Als ik nu kijk naar de waarden, hoeveel vrijheid, hoeveel privacy wij opgegeven hebben de laatste dertig jaar, dat is eigenlijk onzagwekkend, dus verdedigen wij niet hier een paar waarden dat enorm minder belangrijk zijn uh, of gewaardeerd worden door de algemene samenleving en zeker de jongere samenleving. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Maar ik denk dat... Ik denk dat het waar is dat er minder privacy is in de samenleving nu, um, overal ter wereld. Maar ik denk dat dat een, een bijeffect is van de digitalisering. Dus eigenlijk de, de, je hebt die nieuwe technologie die opkomt en als bijeffect is er gewoon... ...meer transparantie... ...en natuurlijk, overheden maken daar... gretig gebruik van. En dat is op een manier waar je ziet. En dus, dus, dus eigenlijk, het is een soort van... ...nieuwe omgeving... ...waarin dat we leven... ...en er zijn, dat betekent nieuwe attack vectors. Dus er zijn nieuwe manieren waarop de samenleving... ...het vredevolle samenleving... ...kan worden aangevallen. En dus nu zien we dat. Net zoals dat je met een, met een virus besmet wordt... ...dat je nog nooit bent tegengekomen... ...zijn we dat nu eigenlijk aan het tegenkomen... In de samenleving, uh, omdat we voor het eerst in dat digitale water allemaal aan het zwemmen zijn. En dus, de cypherpunks zijn eigenlijk een immuunrespons daartegen. Die, die zeggen van, kijk, we, we gaan manieren vinden om toch onze autonomie te bewaren in de digitale wereld. Um, want ik denk niet dat we, het, dat we het kunnen terugdraaien. Ik denk niet dat we allemaal terug... Um, in, in een grot kunnen gaan leven of, uh, of analoog kunnen gaan leven, want er zijn satellieten die op ons neerkijken en noem maar op. Dus in, in die zin is het, is het gewoon al gebeurd. Maar het, het komt er nu op aan om manieren te vinden om die, die basiswaarden, die natuurrechten te verdedigen en te, te, te behouden. En, en het is een gevecht. Het is echt een... De, de, we zijn echt ziek. De samenleving is ziek. En, en um, we, we zouden kunnen... Full blown communisme zien in Europa, bijvoorbeeld. Dat is absoluut, dat ligt op de tafel. Uh, dus het is eigenlijk een heel uh, ja, een soort van existentiële strijd die uh, momenteel uh, ja, gaande is. En het is ook zo dat het oude systeem um, gebouwd is, het is. Omgekeerd werd het ook. Ik bedoel, de cypherpunks zijn een virus die um, het oude centrale systeem eigenlijk aanvallen en het leven moeilijk maken en die inflatie alleen nog maar doen versnellen, omdat mensen inderdaad zich inderdaad wegtrekken uit, uit het fiat-systeem en niet meer daarin gevangen zitten. En, want ik, ik was zelf echt depressief, uh, denkende aan de toekomst van Europa, uh, toen ik, toen ik leerde over het financieel systeem in 2005, 2006, 2007, uh, omdat ik dacht van ja, het zal hier gewoon hyperinflatie worden en, en dan krijg je gewoon die altijd maar weerkerende cyclusen van Hele hoge inflatie en dan krijg je abjecte armoede en zo. Um, dus Bitcoin heeft mij enorm hoop gegeven, omdat het echt een, tegen, een tegenwoord is um, tegen dat uh, ja, centrale systeem, die uh, inherent, jammer genoeg, frauduleus is. Dit gaat iets uitgebreid zijn, maar ik vond het een heel interessant punt. En uh, dat was ook aangehaald door mijn vriend Joachim van Wing, die ook uh, veel bezig is met energie en geopolitiek. Je kan ook interviews van hem checken van mijn podcast. Hij zegt: Bitcoin mining in de VS verbruikt vandaag bijna zoveel energie als heel de Belgische economie, industrie en alle gezinnen tezamen. Zonder benodigde energieproductie en distributie is het onmogelijk om AI, datacenters en bitcoin mining te laten uitgroeien tot de industrietak van de 21ste eeuw, waarop zoveel nieuwe technologieën geënt worden. De kapitaalvernietiging die gepaard gaat met bitcoin mining is wellicht de meest doorslaggevende showstopper. Ieder opstartende bitcoin-miner zal bij aanvang veel meer bitcoin mijnen dan in de jaren die volgen. De ontwaarding van zulke datacenters en de ontwaarding van al die geïnvesteerde elektriciteit is verbijsterend. Reële data die Blockchain publiceert wijst uit hoe snel die ontwaarding optreedt. Na het eerste jaar is 75% van de ontginning voldaan en er is 25 Na het tweede jaar is 90% van de ontginning voltooid en blijft nog 10% over. Na drie jaar is maar 1% over. Dus, miners hebben twee inkomensstromen: blokrewards en transaction fees. De halveringstijd voor mm. blokrewards bedraagt vier jaar. Om de vier jaar brengt iedere gemeente BTC nog slechts de helft aan blokrewards op. De verloning voor het mijnen daalt gradueel, terwijl de energiekost jaarlijks blijft verdubbelen. Op korte termijn moeten transaction fees voor de inkomsten van de miners gaan zorgen. En dat is problematisch. De lage verloningen voor het uitvoeren van de transacties wegen weldra langer niet op tegen de gestaag stijgende energiekosten. Lange uitleg, maar ik vond het wel een belangrijk punt om eens te horen wat al jij van vindt. Alright, Yes, Bitcoin mining. Let's talk about it. Um, Oké. Okay. Ja, ja, dus daar ben ik mee eens. Ik bedoel, Bitcoin, de Bitcoin het Bitcoin-energieverbruik is ondertussen al groter dan een aantal van de kleinere landen ter wereld, zelfs westerse landen. En dat is a good thing. En daar uh, kan ik wel naar gewend van maken. Um, maar dus. Ik, ik wilde wel nog even zeggen, dus de reden waarom bitcoin mining bestaat, is dat Satoshi zocht een manier om consensus te krijgen over inderdaad die ledger. Want als ik bijvoorbeeld um, zeg maar één bitcoin heb, als dit één bi digitale bitcoin is. Wat je kan doen als iets digitaal is, dan kan je het gewoon vermenigvuldigen. En dan kan je zeggen van, ik ga proberen diezelfde bitcoin twee keer uit te geven. In verschillende plaatsen in de wereld ofzo. Of ik stuur het naar verschillende adressen. Um, op het, precies hetzelfde moment. Zodanig dat een, een, een bitcoin node, een nodule, of hoe heet je het? Een, een, een knooppunt, bit van een knooppunt aan de ene kant van de wereld en de andere kant. Dat die op precies hetzelfde moment... Diezelfde bitcoins ontvangen. En op die manier kan ik dan misschien um, meer bitcoins creëren. En natuurlijk wat je wel is dat die knooppunten met elkaar praten en een bepaalde manier hebben om te zeggen: van we gaan maar één van die twee transacties aanvaarden. En uh, dus dat betekent eigenlijk dat je moet een soort van stemsysteem invoeren. Je moet, je, die, die, er, moet, de, er moet ergens een beslissing worden gemaakt. Mensen moeten kunnen stemmen. En natuurlijk wat wij bekend mee zijn in het financiële systeem is. Um, uh, een paar oude mannen die komen samen en die zitten in een kamertje en die steken een hand op en dus die, die stemmen over het systeem. En dat is, dat is natuurlijk heel kwetsbaar, um, dat kan gecorrumpeerd worden, noem maar op. Er is geen objectieve standaard waarop, waarop dat ze zouden stemmen. Um, en dus uh, je zou kunnen zeggen bij Bitcoin: wel, we gaan iedereen die een IP-adres heeft, die kan één stem krijgen. Dus als ik die software run, dan krijg ik. Één IP-adres en dan we gaan allemaal gewoon stemmen uh, wie, welke transactie die erin in, in gevoerd mag worden en welke software dat er valabel is. En het probleem daar is natuurlijk dat je miljoenen IP-adressen uit het niets kan creëren. En dan eigenlijk het netwerk kan aanvallen op die manier. En de oplossing die Satoshi verzonnen had was. Wel, We gaan zeggen uh, één miner, één stem, dus één, één node, één stem. Maar we gaan die stem gewicht geven. En hoe meer werk dat je levert, hoe meer energie die je verbrandt door het Bitcoin minen, hoe groter dat je stem kan worden in het beslissen van welke van die twee uh, Bitcoin transacties is een valabele en wordt opgenomen in de permanente ledger. En dus het, ik vind dat belangrijk, de proof of work, omdat... Um, het is een heel belangrijk probleem die daarmee wordt opgelost. Het idee van uh, double spending. Dus dat je, dat je twee keer dezelfde bitcoin kan uitgeven. En dat ligt echt aan de grondslag van het probleem met, met uh, het fiat geld en, en die al die, die overloze creatie van geld en, en die onvoorspelbare uh, dat financiële beleid die compleet onvoorspelbaar is. Dus verbranden van, van energie is cruciaal. En het bestaat trouwens ook in de, in de wereld van de biologie. Uh, je ziet dat ook uh, bij, bij uh, bepaalde diersoorten. Uh, bijvoorbeeld, er zijn vogels die hele, zeg maar, van, van een, een energiestandpunt uh, um, hele dure um, veren hebben. En hele uh, uh, ingewikkelde dansen hebben om hun partner te verleiden. En het ene wat ze eigenlijk tonen is... Ik heb energie die ik kan verbranden. Ik ben zo sterk als, als, als dier dat ik gewoon energie kan verbranden... Veel meer dan een ander dier. En dat is eigenlijk proof of work in de, in de dierenwereld die je, die je ziet. Um, wat, wat Joachim hier eigenlijk aanhaalt, hmm. is dat hij zegt van dat uh, de lage verloningen voor het uitvoeren van transacties wegen wel langer niet op tegen de gestaag stijgende energiekosten. Oké, okay, okay. okay, maar dan heb je het over de houdbaarheid van het systeem. Ik wil gewoon eventjes aanraken van, oké, okay, waarom hebben we het systeem in the first place? Want... Als je die reden niet hebt, dan, dan moet je er niet aan beginnen aan de discussie. Oké, okay, maar dan daar heb je het over, inderdaad over de houdbaarheid van het systeem. Want uh, it, it is, je zou kunnen zeggen: het is paradoxaal. Aan de ene kant willen we een, een, een vaste hoeveelheid geld, een, nooit meer dan 21 miljoen. Maar aan de andere kant moeten we ook kunnen die firewall die rond Bitcoin gebouwd is. Dus al die miners samen, dat is eigenlijk een grote firewall, een soort van uh, vestingmuur rond Bitcoin. We willen die kunnen blijven financieren. En dus dan is inderdaad de vraag van, ja, zullen we dat kunnen doen als ieder, iedere vier jaar er altijd maar minder bitcoin worden uitgegeven? En dat is een discussie die al meer dan twaalf jaar gevoerd wordt. Ik herinner me zelfs heel vroeg nog op de forums, daar kan je, kan je daar dat discussie over vinden. Satoshi heeft beslist om uh, altijd maar minder bitcoins uit te geven en te zeggen van, op termijn zullen de transactievergoedingen moeten volstaan om die firewall te financieren. En ik denk dat dat uh, absoluut het geval zal zijn. En de reden is dat, volgens mij, dan toch dat um, je zou kunnen zeggen: ja, waarom zullen mensen hogere transacties, hogere transacties dan vandaag willen betalen op um, de main chain? Wel, volgens mij zullen de, de, de meeste transacties die op de, op de blockchain gebeuren in de toekomst, eigenlijk gewoon. Interacties zijn met hogere protocollen. Dus uh, ik zou zeggen, we gaan duizend bitcoin verhuizen van dit protocol naar dat andere protocol. En, uh, of of uh, interbankaire leningen en het is hele grote transacties. Um, en, en we zullen gaan van zeg maar 300 miljoen mensen die bitcoin gebruiken naar de volle 9 miljard. Dus alle, alle mensen ter wereld zullen op een of andere manier in het bitcoin ecosysteem uh, ja, vervlochten zitten. En, um, en dus dan krijg je echt een, 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 een soort van groothandel in Bitcoin op die mainchain. En, um, en dus ik denk absoluut dat, dat die, uh, dat die um, transactievergoedingen voldoende zullen zijn om die miners te financieren. En vergeet natuurlijk ook niet, er is een systeem ingebakken in Bitcoin die de moeilijkheid automatisch aanpast. Dus dat betekent als er dan een periode zou zijn dat er minder inkomsten zijn voor miners. Dan wordt uh, de moeilijkheid, dus hoe, hoe moeilijk het is om um, um, de software te runnen, dan wordt dat automatisch aangepast en gemakkelijker gemaakt. Um, uh, dan zul je met dezelfde hoeveelheid uh, machines meer bitcoin kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Um, dus het is gewoon een, een heel uh, ingenieus systeem. Ik zou zeggen, mensen die erover twijfelen, probeer gewoon te lezen over hoe mining werkt. Um, het is ook um, enorm. Uh, Belangrijk denk ik om te begrijpen dat de elektriciteitsmarkt in de wereld, dat die absoluut niet homogeen is. Elektriciteit varieert enorm in prijs naarmate waar je verblijft in de wereld. En, een, een kilowatt in Brussel kan wel 100 keer meer kosten dan een kilowatt in uh, IJsland bijvoorbeeld. En dus wat Bitcoin doet, Bitcoin is eigenlijk een, een soort van kakkerlak die gewoon gaat naar... De plaatsen waar elektriciteit het allergekoopste is in de wereld. En daar wordt er aan mining gedaan. En dus dat kan West Texas zijn, in de woestijn. Dat kan Siberië zijn. Um, uh, dat kan uh, plaatsen in Zuid-Amerika, waar ze een grote um, water dam gebouwd hebben. Die daar nu gewoon zit te, zit te zitten in het midden van nowhere. Um, en dus die infrastructuur kan dan uh, eigenlijk in stand worden gehouden door die Bitcoin-miners die daar binnenkomen en zeggen van. Bijvoorbeeld in de Rust Belt en, en hier in, in de VS ook, heb je dus um, uh, bepaalde plaatsen die vroeger belangrijke onderdelen waren van de auto-industrie. En die nu stilaan echt verkommeren. Maar in die dorpen staan er soms nog elektriciteitscentrales, die gewoon bijna niets stand te doen. En dus die Bitcoin-muis die daar gebruik van maken, die zorgen ervoor dat die infrastructuur in, in stand wordt gehouden. Of, stel nu, ik wil een, uh, een hernieuwbare energie, ik wil een groot... Um, parkbouwen met molens of uh, beter nog waarschijnlijk is, is zonnepanelen en ik wil dat, de, dat de, de, de lokale bevolking daar eigenlijk kan van profiteren dat zij kunnen die schone energie kopen maar het probleem is dat de, de meeste mensen gebruiken eigenlijk maar energie in de, in de avond dus tussen 4 uur en 8 en uur s'avonds zo en dus dan zit je met een grote vraag dan en dan bijna niks van vraag de rest van de dag en de nacht en dus wat doe je dan met die, met die zonnepanelen die, die van morgens vroeg tot avonds laat? Of met die molens die s'nachts draaien? En dus je hebt eigenlijk een bron nodig van een permanente vraag naar elektriciteit. En dat is zo ongelooflijk uniek aan bitcoin. Dat niet alleen is het een permanente vraag naar elektriciteit, maar je kan het eender wanneer afschakelen, wat dat je hier ook ziet in Texas bijvoorbeeld. Als er hier een grote storm is en er is een infrastructuur die, die wegvalt, dan... Um, dan gaat de elektriciteitsprijs enorm de hoogte in voor de steden. En dan miners, letterlijk van de ene seconde op de andere, schakelen alle machines af, bitcoin miners, en die verkopen die elektriciteit boom naar de steden. En als gevolg heb je geen blackout. De lichten blijven letterlijk aan door de bitcoin miners, die op dat moment kunnen flexibel afschakelen. De chemische industrie kan dat niet doen, ze hebben permanent. Nood aan die, die, die elektriciteit. Dus die kunnen alleen op, op lange termijn aan- en afschakelen. Dus dat is echt heel uniek dat bitcoin dat kan doen. En natuurlijk, bitcoin is ook geografisch niet gebonden aan eender welke plaats. Je kan overal ter wereld een container met bitcoin miners neerplanten. Dat mag in de woestijn zijn, dat kan in principe midden op zee, zou dat kunnen zijn. En die communiceren gewoon via satelliet. en die, die minen die bitcoin en die kunnen die naar eender waar versturen, vooral dat die gemind zijn. Um, dus eigenlijk is, is het een ongelofelijke manier om de totale elektriciteitsproductiecapaciteit van de wereld te vermeerderen. Totaal, de, dus eigenlijk letterlijk de taart vele malen groter maken dankzij bitcoin mining. En ik, ik, ben letterlijk, ik verwacht letterlijk dat we zullen steden zien die gebouwd worden op plaatsen waar dat er vandaag bitcoin mining plaatsvindt, omdat dat de grondslag legt aan het uitbouwen van. Energieinfrastructuur voor die hele, dat hele gebied. Um, en dan krijg je mensen die daar wonen, en, enzovoort, en zo verder. Terwijl vroeger kon dat alleen maar aan, 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 aan de zee, of waar het er handel mogelijk is. Dus ik denk dat we volledige nieuwe steden zullen krijgen die uh, op zijn minst, oorspronkelijk gefinancierd worden door, door Bitcoin Mining. Dus uh, mensen, die, mensen die, ik voel me dat vrij passioneel over, mensen die uh, inzetten met de de toekomst van de planeet, zowel als het gaat over schone energie, of als het gaat over welvaart, economische welvaart, of als het gaat over um, 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 of dat er wel genoeg elektriciteit beschikbaar is, spendeer alsjeblieft 5 uur, 10 uur met het bestuderen van mining economics. Het is niet wat je denkt, het is het omgekeerde. Bitcoin is een ongelofelijke zegen voor uh, de wereld. Als je dat vertaalt in mensentaal, uh, omdat sommige mensen, ja, zijn misschien nog niet zoveel mee, wil je dan zeggen dat die miners eigenlijk een soort van reserve-energie hebben die flexibel ingezet kan worden? En dat in een toenemende onzekere economie, een wereldwijde economie, de, de flexibiliteit van die energie waar en wanneer in te zetten en te kunnen controleren net een aanwinst is? Heb ik het dan goed vertaald? Ja, je zou kunnen zeggen: miningbedrijven. Dus als je dan de, de, de elektriciteitscentrale samenneemt met de bitcoin-miners, die samen zou je kunnen zien als. Batterijen die nieuwe capaciteit toevoegen aan het netwerk. En, en die tegelijk ook nuttig werk doen, omdat ze die vestingmuur rond Bitcoin altijd maar aan het beschermen zijn. Hoe verdedig jullie de bewering dat Bitcoin een betere waardeopslagmiddel is dan goud, gezien de korte geschiedenis van Bitcoin en soms extreme prijsschommelingen? We nemen ook deze podcast op op het moment dat uh, goud weer aan het stijgen is. Ja, ja, ja. Wat is. ja, en ik ben nog altijd een fan van goud. Ik, dat was mijn oorspronkelijke. Bread and Butter is een goudanalist. Ik ben nog naar de, de Gata Gold Conference geweest in, in um, ik denk dat dat 2010 was, in, in Londen. Dat was wel grappig omdat daar uh, uh, Salinas, ik ben het vergeten hoe dat hij heet, maar uh, een van de rijkste mensen van Mexico was daar. En uh, men, men had erover, ah, there is a billionaire in the room en dit en dat. En hij was, hij was echt een goudfanaat en hij had ook een boekje geschreven erover. En dat blijkt nu de vader te zijn van een van de bekendste uh, Bitcoin-proponenten in Mexico. Uh, Hugo Salinas Pliego, denk ik. Um, en dus zijn zoon is een, is een heel prominente Bitcoiner geworden. Dus er is echt wel heel veel dat de goudwereld gemeen heeft met uh, de Bitcoin-wereld. Uh, maar dus als het gaat over uh, de, 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 het voordeel van Bitcoin boven goud is. Ja, dan moet je kijken naar die, 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 die kenmerken van geld. Uh, die Aristoteles heeft er al over geschreven en, en heel veel andere schrijvers ook. De, 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 wat maakt geld uh, goed geld versus slecht geld? En uh, bijvoorbeeld ver, vertransporteerbaarheid is een groot kenmerk die, die heel belangrijk is. Um, Fungibility is wat veel mensen zeggen en zeggen dat. Dat is een Bitcoin andere hoek, ja. Dat je Bitcoin heel makkelijk in kleine stukjes kan verdelen. En dat kan je wel Bitcoin bedoelen. Dus je kan Bitcoin verdelen tot een 100 miljoenste van een Bitcoin. Dus, dus sowieso heb je, is er geen limiet aan hoe klein dat je de, 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 de stukjes van de taart kan verdelen. Um, en dus, dus in die zin. En ook uh, auditability, dus de verifieerbaarheid. Of het wel echt Bitcoin is of echt goud. Dat is, dat is iets waar ook Bitcoin uh, een stap voor heeft op Goud. Omdat je met gewoon heel simpele software uh, kan verifiëren of het wel degelijk Bitcoin is. En, en, en je wel degelijk betaald bent. En de transactie wel degelijk finaal is. Um, bij Goud heb je daar het, het. Ja, je hebt natuurlijk wel een aantal machines die dat kunnen doen. Um, maar er is toch nog altijd redelijk veel. Veel problemen met goudbaren die dan tungsten hebben, uh, wolfram, uh, die, die ook een, een zwaar metaal die aan de binnenkant zit, die dan veel goedkoper is, uh, dus dat men daar fraude mee pleegt. En natuurlijk ook het, uh, het verifiëren van goud in, um, in kluizen, hè. dat is ook heel moeilijk. Um, bijvoorbeeld uh, de, de Fort Knox en de VS, de laatste audit die ze daar hadden was in 1953. Dus dat is, dat is belachelijk eigenlijk. Hoe, uh, en en zelfs al zou je zeggen, ze ja, zetten onze deuren open, je kan auditen. Dan is het nog moeilijk van... Je kan de baren tellen, de goudbaren tellen. En je kan de serienummers opschrijven en zo. Maar om het echt zeker te weten zou je dan moeten alles terug versmelten. En, en, dan, en dan moet je nog het bedrijf vertrouwen die alles versmelt. En dus het mooie aan Bitcoin is dat eender wie kan verifiëren dat een bitcoin balans wel degelijk echt is uh, rond de wereld Iedereen die de software draait dus ja en de schaarste natuurlijk ook ik bedoel goud, uh, we kennen het als schaars maar uh, toen dat uh, Spanje in de nieuwe wereld aankwam hebben ze daar heel veel zilver en goud gevonden en, en dat leidde toen tot inflatie en nu dat uh, dat uh, we met SpaceX uh, opeens toegang tot de ruimte hebben dat het misschien maar 100 euro kost om een kilogram aan materiaal in de ruimte te brengen Terwijl dat vroeger misschien 10.000 dollar kostte, of, of, of zelfs meer, um, dat zou kunnen leiden tot asteroid mining. Dus dan kunnen we echt wel mogelijk die, die asteroïden die rond de aarde hangen, kunnen we daar um, à la um, Armageddon uh, gaan uh, drilling in, aan doen en, en echt wel goud ook uh, naar de aarde brengen. Of er is ook um, heel veel goud die, die in, in uh, moleculaire vorm op de zeebodem ligt. Dus daar zijn een aantal technologieën beschikbaar om, om dat ook weer. Uh, eruit te extraheren. Dus ja, do, do, uh, natuurlijk. Het is, het is relatief goed. En, en, in vergelijking met uh, fiat geld is het veel beter om goud te hebben. Maar, uh, maar bitcoin is toch wel aantoonbaar schaars. En, en zeker als we dan ook uh, een interplanetaire samenleving worden, als je dan wel bitcoin sturen naar een andere planeet of naar, naar uh, schepen, uh, geld bedoel ik dan, als je geld wil sturen, ja, dan is goud eigenlijk volledig uh, out of the picture. Dat kan, dat kan je gewoon niet doen. Want het is zo'n heel zwaar metaal. Um, dus, dus dan heb je eigenlijk echt wel een digitaal geld nodig, sowieso. Dus ja, dat, dat is, ik zou zeggen, uh, 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 kijk het boekje na. Die waarschijnlijk al vertaald is ondertussen van, um, van um, Vijay Boyapati, The Bullish Case for Bitcoin. Dat is eigenlijk echt een heel mooi, mooi geschreven boekje die zo echt door de, de, de kenmerken van geld gaat en daar Bitcoin aan vergelijkt en, en fiat geld en goud. En die eigenlijk gewoon op, op een heel, uh, ja, heel eenvoudige manier die daar, daar leidt. Iets waar ik zal het nog mee afsluit en wat ik wel erg gefascineerd was, en dat we dan toch praten over uh, uh, buitenaars of interplanetaire samenleving. En ik zal hem wel in de omschrijving zetten dat mensen het kunnen bekijken, namelijk je, je Ibogaine-trip. Dus mensen die niet daarmee be uh, bekend zijn, is een, uh, is een uh, psychedelica. Mensen kennen wel ayahuasca meer als plantmedicijn. Uh, Ibogaine is iets anders dat ook soms bij mensen met verslaving ingezet wordt. Snoos kan je zelf voor een stuk uitleggen, maar je, je, je legde uit dat je worstelde met slaapproblemen en dat je dan uh, ja, nachtmerrie-scenario had. Dat je dacht: van oké, okay, uh, dat zijn er allemaal informants en aliens die eigenlijk uh, mij willen snatchen. En dan ben je gedurende 24 uur uh, wakker gebleven. Nu. Origineel, waar denk je dat die slaapproblemen vandaan komen? En, en, en af en toe als ik psychedelica neem, ik heb nog nooit deze psychedelica genomen, ik zie het als parles van perceptie. Ik neem iets mee van een inzicht, van een metaperspectief, van een manier van denken over mezelf, de wereld. Wat heb jij meegenomen uit die ervaring en die kijken wat er aan de hand was? Maar in mijn geval, ik had, ik had, mijn, mijn, mijn basisniveau van, van angst was gewoon heel hoog. En ik denk dat dat de grootste reden was waarom mijn, mijn, mijn slaap uiteindelijk niet goed was gedurende een aantal, een aantal jaren, echt wel. Slapeloosheid. Uh, angst voor, voor, voor bitcoin te verliezen? Angst voor de dood? Nee, nee, angst nee, voor de nee, nee, zekerheid? Nee. Gewoon dingen die met trauma te maken hadden. Uh, die, die gewoon uh, zorgen zorg dat je zo vigilant bent en, en zo'n beetje in, in de. In, ptss-achtige symptomen krijgt en dus dat, dat begon dan echt aan mijn slaap aan te tasten en um, dus wat, wat I began uh, de reden waarom ik er op was gekomen was dat het um, um, heel erg in het, you know, <clears throat> het, het wordt heel vaak gebruikt voor um, mensen die zware verslavingen hebben omdat uiteindelijk je, je, je uh, opioid receptoren gaat resetten. En dus uh, allerhande verslavingen die je hebt. Um, opeens uh, heb je die, die craving niet meer. Omdat je de, die training is gewoon weggevallen. Je hebt een soort van moleculaire reset uh, die gebeurt. En dus dat, dat trok mij wel aan. Want ik had, ik had uh, een, aantal, een aantal gewoontes die echt wel destructief waren. Vooral als je heel veel op internet bijvoorbeeld zitten in en zo. Um, en ik, 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 en, en ik wist ook dat er een aantal dingen waren die goed voor me zouden zijn. Dat was yoga en, en workouts en noem maar op. En ik, ik kon mezelf er niet toe krijgen uh, om, om daar echt, uh, echt aan, te, aan te werken. Uh, ja. en, en dus uh, ik dacht van. En 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 zelf de, de, om om, om, om dat met die taal te gebruiken om jezelf te resetten. Om echt zo de reset te geven. Dat op was het idee, dat ja, er daar misschien wel drukken, iets, ja. iets zat. En ook, en ook uh, want ik, 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 ik voelde dat ik ergens veel. Een soort van vertrouwen miste in mezelf, in mijn eigen kunnen. En dat dat ergens onderonder zat. Dat er een soort van lafheid daar was. Um, en, en, en dat ik echt bang was om dingen te proberen, omdat ik ervan uitging van: ja, als ik het dan toch niet bereik, dan, uh, dan ga ik ontdekken dat ik zwak ben. En dat was mijn grote vrees. Dat ik ergens, ergens, diep van binnen toch wel een zwak persoon ben. In de plaats van een sterk persoon. En dus dat was eigenlijk een van de grote takeaways van die, van die trip, die ja, inderdaad heel extreem was. Um, Mensen kunnen een veel gematigder ervaring hebben met Ibogaine, maar in mijn geval hadden ze was dat een kliniek die nog maar een jaar bestond en dat wist ik niet. <laughs> en ze hadden vooral uh, een focus op zeer zware drugverslaafden, dus mensen die bijvoorbeeld al twintig jaar aan de heroïne zitten of zo. En dus ze hebben mij uh, geen testdosis gegeven en het bleek dat, dat ik eigenlijk best wel gevoelen was voor die specifieke drug, en, en dus. Um, ik ben gewoon... Hey, dus wat er mij overkomen is, dat dat echt zo in die psychose gaan. En echt geloven dat er... Dat, 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 dat de aliens de, de wereld aan het aanvallen zijn. En, en, en die heel die, die echt, echt een volledige break from reality. Dat, en daar zat ik gedurende dertig uur wel in. Ik heb echt geen minuut geslapen. En, en dat was echt mijn volledige overtuiging gedurende die dertig uren um, Dus... Um, dat is wel zeer zeldzaam. Dat, dat, ik heb al met veel mensen veel. Een aantal mensen gesproken. die meer dan 20, 30 jaar ervaring hebben met Ibogaine. En het, dat zijn heel extreme uh, scenario's. Die, die weinig voorkomen. Meestal heb je wat angst en zo die opkomt. maar je hebt altijd nog wel het idee. dat je bepaalde mensen kan vertrouwen. en je kan erover praten. En, en, en dat was volledig weg bij mij. Um, maar dus, uh, dus. ja, een van de grootste lessen voor mij was denk ik. dat. Dat was zo extreem en ik was er zo van overtuigd dat ik, um, dat ik ging sterven. Ik dacht echt dat, dat het mijn laatste dag was op de wereld. En het, het was zelfs nog erger dan sterven. Ik dacht dat, um, dat mijn brein gehackt ging worden en dat ik eigenlijk als slaaf zou leven voor de rest van mijn leven. Dat er een soort interne alien zou zitten die mij, die mij uh, uh, volledig willekeurig pijn kon toedienen en dus eigenlijk mijn lichaam kon controleren op die manier. Dus dat was eigenlijk erger dan de dood, dat ik dacht dat zou gebeuren aan mij. En dus dan uh, om dat gewoon uh, door te maken en te overleven. En dat uh, heeft me echt veel uh, vertrouwen ge gegeven. In de zin ook dat ik weet nu wat ik zou doen. Als het mijn laatste dag op de wereld was, weet ik van wat, wat mijn reactie zou zijn. Dus mijn eerste reactie was ook van oké, okay, I'm done. Ik, ik ga het hier niet overleven, maar ik kan wel mijn telefoon en mijn kamertje binnensmokkelen en e-mails sturen naar al mijn vrienden. En, en, en dat heb ik ook echt gedaan. They're coming, de the aliens are coming. En dan je ze naar uit van, I swear this is real, I swear. En dat uh, was midden van de nacht voor iedereen natuurlijk. Um, dus, um, ja, dat is echt wel van, natuurlijk, achteraf was, was dat uh, een, een amusant verhaal, maar in het moment zelf was het, ja, ik weet, ik, je weet dan niet van jezelf van hoe dat je reageert als je echt de dood in de ogen staart. En, en nu heb ik wel het gevoel dat ik dat weet, van wat, wat, uh, wat voor persoon dat ik, dat ik ben. En ik denk dat veel mensen een gelijkaardige ervaring hebben. Ik denk niet dat ik zo speciaal ben. Um, maar op een, voor een bepaalde reden had ik dan nodig om dat zelf een soort van bijna doodstimulatie uh, door te maken. Ja, ik denk dat, dat, dat als je een hele sterke, rationele ego hebt en controle hebt, dat alles wil sturen. Want ik heb dat sterk, misschien heb jij dat sterk, mm -hmm. van rationeel alles te sturen, controleren, etc. Maar er is iets bij bepaalde psychedelica dat je dan in die ervaring zit. Dat je, niet dat je eigenlijk nog steeds het verhaal schrijft, maar je voelt je personage, je speelt het uit en je voelt dat je reageert op die omgeving. En je probeert dat ja, volgens en reflexen te reageren. Maar het is eigenlijk interessant dat dit net je empowered heeft en net verantwoordelijkheid neemt van dat moet ik doen, beslissingen, verhaal herschrijven. Want alles in jouw verhaal, en ik raad mensen allemaal te beluisteren, het is zeker fascinerend, zet je compleet in een slachtofferstructuur. Je kan niemand vertrouwen, iedereen is tegen je. Je gaat dood, alles wat je opgebouwd hebt gaat weg, de wereld is tegen je. Het is eigenlijk tegengesteld van hetgene dat je eigenlijk wou voor jou. En het is niet dat dat een, een, een teaser of trailer was van je film. Nee, je leefde zoals dat personage mee dat je hebt van: oké, okay, als dit het script is dat ik aan het schrijven ben, als dit de film is dat ik uit wil brengen, dit wil ik niet aan meedoen, ik wil net een ander hoofdstuk beginnen. Dat, dat vind ik wel fascinerend. Ja, het. Het was ergens ontdekken dat zelfs als strip je alles weg, want dat is inderdaad wat je beschrijft, van, van alles wat ik dacht dat ik controle over had, verdween. Uh, maar het laatste wat ik wel nog had, is... dat uh, 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 Stoïcijns, uh, Die stoïcijnse wijsheid, dat je altijd nog kan besluiten hoe dat je reageert op wat dat er gebeurt met je. En dus, um, dus dat idee... Dus gewoon beseffen dat ik eigenlijk echt... Mijn, mijn impuls was om om mijn vrienden te informeren En, en om, om, om te proberen nog, nog een, een laatste informatie mee te geven, zodat ze zelf die strijd ook zou, zou kunnen voeren en zo. Uh, dat was echt iets. En dan, en dan gaandeweg. Ze schrappen na, naarmate dat ik zo dichter bij het landen kwam, dat ik zo dat bijna uitgewerkt was, was ik nog een beetje paranoïde toch? En dan had ik zo bijna. Ja, Ik ga een podcast beginnen. En, en ik ga zo like, like um, Alex Jones, had ik zo allemaal vertellen wat dat er gebeurt met de aliens. En we gaan het woord verspreiden. en Omdat ik me ook zo echt fysiek ook heel goed begon te voelen. Um, dus ja, het was echt wel van de, die ego-death. Dat je merkt dat zelfs al, al sterft die ego. Dat er dan toch nog altijd iets anders is. En ik denk dat dat ook in, in het algemeen met psychedelica. Dat het een grote kracht is. Dat het ergens je laat zien dat er, dat er iets Onverwoestbaar is aan je persoon. Uh, en dat, dat denk ik dat veel mensen, zeker in, in onze materiële wereld, zo ja, een beetje verloren zijn. En ik zou zeker mensen aarzelen, want het is ook is zo makkelijk in België: ...van steek de grens over en, en doe een keer een ...een, een, 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 een doos van die, van die truffels of zo. Allee, het, het zorg ervoor dat je, dat je voldoende onderzoek ernaar doet en dat je het op een verantwoordelijke manier doet. Maar het is uh, echt een manier om, als je vastzit op bepaalde manieren En dus bij ons zit dat ook in de cultuur. Dat is echt wel een feit. Onze cultuur is er echt een van vastzetten en, en bevriezen. En bijvoorbeeld de, de teksten van Luc de Vos, bijvoorbeeld vind ik dat dat heel, heel mooi en poëtisch dat eigenlijk communiceert van hoe dat dat voelt. En, en hij, hij zei het ook soms van... Ik ben een soldaat en ik sta op wacht. En also dat, dat, dat idee dat je... Um, dat je overgeleverd bent en dat je alleen maar kan gewoon meedrijven op, op, op wat, wat er op je afkomt. Dat is, zo, dat is eigenlijk het ego van de Vlaming, die dat vaak internaliseert en die eigenlijk denkt van ja, ik zet ik hier vast. Uh, en dat is een dat is van de dingen dat ik wel denk dat psychedelica enorm veel goed doen voor, voor mensen. Dat is een soort van Dat is niet iets wat je heel vaak moet doen, maar dat kan soms wel ene keer kan genoeg zijn om, om te beseffen van mij. Uh, wat heb ik mezelf toch allemaal aangepraat? Maar dit is, en ik, ik wil, uh, als, als we te veel over tijd gaan, moet je het laten zeggen, want ik vind het een heel interessant onderwerp. Wat dat jij er zei, dat je een goede intentie en in inborst had, ik was exact hetzelfde. Ik ben ook veel aan het werken nu met trauma en heling en probeer dat een plek te geven. Maar ik was eigenlijk een jongetje dat heel nieuwsgierig was, dat wou bijpraten, maar ik was dat anders. Ik had een aantal autistische neigingen of, of sociaal ongepast gedrag, omdat ik de waarheid zo belangrijk vond. En, en om een duur heb je dan die paranoïde waar je staat: niemand accepteert mij, iedereen is tegen mij. Weet je. Dit zal nooit niet lukken. En ik ben wel al heel lang bezig met zelfontwikkeling, maar dat zelfbeeld dat je hebt van jezelf, je manier om als kind in de wereld te navigeren, met een wereld die je niet begrijpt, laat staan je jezelf begrijpt, dat wordt een soort overlevingsmechanisme. En je hebt eigenlijk een goede inborst. Maar je plant er allemaal dingen uit dat rationaliseren van dat is het zo en die is tegen mij. Maar je verliest de connectie met jezelf en met anderen. En dat is de hele lange donkere tocht om dan terug dat licht te laten schijnen en dat pet te bewandelen. Dat niet makkelijk is, want de meeste mensen hadden echt wel goede intenties. Maar ze voelden zich niet thuis, ze voelden zich misbegrepen, ze waren de buitenstaander, op de speelplaats. En nu creëer je je eigen uh, universum in je hoofd met een met masker en, en wordt dat eigenlijk je speelwijze. En zelfs als je het wegdrukt, kom je toch naar naar boven op triggerende essentiële situaties en als je mm -hmm. echt met jezelf geconfronteerd wordt. Ja, het is echt een, een, een vork in de weg. Het is, echt, het is echt bijna binair. Je kan ervoor kiezen om te blijven verhalen te verzinnen over waarom dat je het slachtoffer bent en waarom dat, dat je de dingen worden aangedaan of waarom dat je ongelukkig moet blijven of noem maar op. Um, uh, of je kan... Je kan uh, Exploreren van in welke mate kan ik mezelf veranderen? In welke mate kan ik mijn eigen denken challengen? En um, voor mij is dat zo begonnen met uh, van die gratis audioboeken die ik vond via BitTorrent met, met Tony Robbins en al dat is een soort van motivational speakers. En tegenwoordig denk ik dat je heel veel meer toegang daartoe hebt met, met, you know, met al de podcasts die er bestaan. Uh, om zo eindelijk gaandeweg te beseffen van ik kan eigenlijk, als ik mezelf kan programmeren, dan dan Dat determinisme, dat klopt gewoon niet. Ik, bedoel, ik heb echt wel vrijwel wil om, om dingen te veranderen. En, en, en dan, ik denk dat de, de, de andere weg... Um, denk ik dat we heel veel van kunnen leren als we kijken naar onze, onze culturele achtergrond. Het is heel simpel met de, de stripverhalen uit onze jeugd en zo. Dat de, de, de soort van heldenverhalen, dat is... Hey, het is raar, maar ik denk echt dat het, dat het marxisme ons probeert... Um, dat te doen vergeten dat dat in ons zit. Dat we eigenlijk echt wel um, um, moed in, ons, in onze botten hebben op, op, uh, op, op heel veel manieren. En, en, en dus het lezen van avonturenverhalen, dat, dat helpt je om te herinneren. Wat je eigenlijk je hebt, wat dat iedere persoon in zich heeft. Um, dus, dus daarom dat ik die, 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 allee, die, die speech die ik had in, in Antwerpen onlangs. Ik, ik word er ook echt emotioneel van. Omdat dat, dat, zijn, dat, dat zijn de. Dat redt Wortel. mensenlevens, dat zijn onze wortels en ook en daar redt ons bestaan. Want dat is gewoon waar, dat we, waar dat we gelukkig van worden, is, is om, 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 om betekenis te geven aan ons leven. Hein? In plaats van is... ons te laten meestromen. Ja, daarom dat ik ook sprookjes aan, aan het schrijven ben, omdat ik vind dat die, dat die diepere betekenis, die inspirerende dingen zo belangrijk zijn. En als we bekijkt de culturele narratieven, is het allemaal doem en gloem, nihilisme, slachtoffer, hmm. uitbuiten hier. En je hebt weinig zingevende perspectieven, maar ook iets dat ik over jou weet en, en dat we dan gemeenschappelijk hadden, was ook dat ik Stefan Molineux in het verleden volgde, en ik vond dat wel interessant, was ook een capitalist en zo, liet andere dingen zien, ik vond zijn Truth About series heel goed, heel interessant om te bekijken dat het in elkaar zat, maar één ding dat ik niet mee akkoord ging, was het feit van dat hij zei van, je moet contact met je ouders afsnijden, en dat jij dan ook gedaan hebt voor een bepaald uh, punt, want je was heel erg een adept van hem, maar als we dan hebben over verhalen schrijven, je roots kennen. Ja, ik kan zeggen dat bij mij de relatie met mijn ouders het beste uh, gegaan is op het moment dat ik geen wrok meer had en proberen te begrijpen waar dat zij vandaan kwamen. En dan communiceren dat er een duur wel heen en weer is, dat ik wel moeten investeren heb. Maar ik wil weten van waar kom ik vandaan, welke patroon heb ik, welke spelen we hier uit, hoe kan ik begrip en empathie hebben dat ik ook zij zie als van zij geven een patroon door. En ik, ik voel me beter, mijn business draait beter, betere communicatie, meer lichtheid in mijn hart. Dat was heel moeilijk geweest, want ik heb heel veel wrok en frustratie, ergernis, haat ten van mijn ouders gehad, omwille van wat ze me aangedaan hebben. Ik was ook geen makkelijk figuur. Maar ik ben wel blij dat ik die stap genomen heb en moet om dat aan te gaan. En, en, en wat liet jou dan die stap doen om dat, dan wel terug dat contact te zoeken en aan te houden? Ja, echt gelijk in, in de zin dat een, een van de, de, de arrogantie die ik had in, in, in mijn jaren was om, om ergens perfectie te verwachten, en, en ook uh, uh, denken dat ik het allemaal wist van waar, dat, 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 is ook, dat is ook iets wat echt in die cult mensen elkaar aanpraten: dat, um, dat ouders uh, op een soort van rationele manier kiezen om het kwade te doen en hun kinderen van alles aan te doen en zo. En, en, uh, en dat, ze, dat ze veel beter hadden kunnen weten en dat dus al, dus het allemaal zo gemakkelijk was om, om, om het anders te doen. En het is maar een van de dingen ook vooruit met die slapeloosheid: was ook van huh, <laughs> uh, je, je merkt soms dat er dingen fout lopen in je leven, maar dat betekent niet dat het makkelijk is om dat zomaar te veranderen. En, en dus een van de grote ontdekkingen is voor mij geweest gewoon dat, dat uh, idee van generationeel trauma. Gewoon, gewoon denken van oké, okay, waar stond mijn familie vijf generaties straks? Vier, drie, twee, één? Uh, wat heeft mijn overgrootvader vader meegemaakt? En ho hoe was dat dan om, 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 om zijn kinderen te zijn? En dan voor de volgende generatie. Um, dus in die zin um, denk ik dat uh, we kunnen nooit uh, perfecte mensen zijn of perfecte ouders, maar we kunnen wel beetje bij beetje, een soort van, gradueel wat beter worden en het beter maken voor de volgende generatie. En, en ja, mijn ouders hebben dat absoluut gedaan, uh, 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 op, op uh, een ongelooflijke manier. En, en dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat was iets wat ik niet begreep toen ik zo vast zat in uh, dat slachtofferverhaal. Ja, ik heb ook al langs nog eens een, uh, een LSD-trip genomen en ik heb dan heel veel naar muziek geluisterd. en ik, was de... ik ben heel veel bezig met de doods trouwens en wat wil ik achterlaten en hoe dat ik mijn ouders ga missen als ze er niet meer zijn. En, en hoe arrogant ik was over dat ik dacht van ik heb niets van hun gehad, ze hebben me alleen maar gegeven wat ik niet wou. En zelf al is het gewoon financiën en andere dingen, ze hebben mij me meer kansen gegeven dan dat vele andere mensen hebben. En hoe... Hoe arrogant ik was en ondankbaar ik was. En al die stille momenten, die stiltes. Die, die geen plek met elkaar spenderen. Gebrek aan onze gezelligheid, elkaar ontvluchten. Al die verloren tijd. Ik kan erom rouwen, maar ik ben blij dat we nu wel die tijd hebben. Maar dat maakt me wel uh, emotioneel. En ben ik ook wel trots op mezelf dat ik die stap gezet heb. Om er echt in te investeren en voor te gaan. Want ik denk hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat, uh, dat je die herinneringen wil koesteren. En die band wil aanhalen. En gedacht had hmm. van hoe zou het zijn als. Ja, zeker, zeker. Ja, het is ook iets wat gewoon moeilijk lijkt in Vlaanderen, is gewoon het überhaupt spreken over gevoelens. Is zoiets wat uh, mensen hebben er vaak geen woorden voor zelfs. Dus, um, dus, uh, misschien is dat meer in West-Vlaanderen nog dan, uh, dan in, in Brabant. Maar, um, yeah. Ja, West-Vlaanderen is vaak werken en doorgaan en opkroppen en je bewijzen. Maar, maar wat wil je bewijzen? En, en wat geef je dan eigenlijk voldoende bewijs? En, 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 en hoe erg zie je je graag als, als dat bewijs nooit voldoende is of zo volatiel is? Mm -hmm. Dan ben je eeuwig onzeker geen inherente eigenwaarde, terwijl dat beste geschenk dat je aan andere mensen kan geven, als je gewoon integriteit hebt, is jezelf graag zien en die relatie met jezelf ook heel. Alleen is dat traag, moeilijk, uh, niet makkelijk om die patronen los te laten en is natuurlijk kapot werken en dan meteen die fysieke arbeid zien of status of loonstrook, misschien wel. Op korte termijn meer uh, resultaat van wat je doet, maar als er van de bron, diep van binnen, dat het van een put komt die nooit gevuld kan worden, die nooit vol is, die nooit oké okay is, die altijd onrustig is, ja, dan ga je problemen hebben fysiek, mentaal, in je relaties, dan borrelt het wel naar boven, en dan, dan, dan is er wel een opening om daarmee te spelen, en dat vind ik wel moedig aan jou, dat jij die worsteling, die toch, die heldendaad, die avontuur, nee. aangegaan bent, want spijtig genoeg, de meeste mensen gaan, gaan die confrontatie staren, niet in die spiegel. Ja, ik bedoel, het is een mooie... Uh, allee... Het is een mooi pad om te wandelen. En, en het is ook uh, fantastisch om andere mensen te ontmoeten. Die, die... En het is ook zoiets van. Dood... Allee, het is ook iets, iets wat dat bijna organisch groeit. Ander... Je leert van elkaar. En, 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 um, en ik denk dat ook ergens ook, uh, in, in heel Europa zelfs. dat er een soort van uh, wakkerwordingsproces bezig is. Uh, je, op op uh, spiritueel vlak ook. Dat, uh, we, we zitten bijna aan. Hoe ver, hoeveel dieper kan je nog gaan als het gaat over materialisme? Als filosofie dan, hé? dat alles gewoon materie is en gedetermineerd is. En, um, en dat hedonisme dat dat het enige antwoord is uh, om, om ergens het leven door te maken. Ik denk dat... Uh, ja, in moeilijke tijden denk ik dat mensen echt kunnen ontdekken dat er meer aan, aan het leven is. Dus in die zin is het ook een echte kans, denk ik. Dat echt wel... Ja, like, hard times make... Have the potential to make good people. Ja, en of je nu veel geld hebt, via geld of niet, of ander geld. Bepaalde existentiële angsten zullen niet uh, ja, verdwijnen. Je hebt bitcoin-billionairen uh, yeah. die hier zitten en nog altijd praten over problemen met zichzelf, met een ouders trauma, et cetera. Dus dat is eigenlijk de kern vooral wat dat mensen drijft, zichzelf graag zien, gewaardeerd voor Leuke mensen rondom zich, leuke herinneringen. Dat is eigenlijk hetgene dat ik denk dat het belangrijkste is. En daarom dat ik ook los van de externe manier om je, om je toekomst veilig te stellen dat ik deze persoonlijke reis deze persoonlijke verantwoordelijkheid dat die verantwoordelijkheid ook een belangrijke rol speelt in die vrijheid creëren voor jezelf en ik denk dat jij ook wel een voorbeeld daarvan bent hmm. die dat doet je hebt waarschijnlijk deze rol niet vrijwillig genomen want je werd die bitcoin expert je staat nu op podia, je geeft speeches eh. voor iemand die meer introvert is is dat niet vanzelfsprekend je blijft ja, ja. jezelf ontwikkelen je bent bereid om ook Emotioneel en empathisch je meer kwetsbaar op te stellen. Dus dit toont ook dat je echt wel aan jezelf kan werken en veranderen en mogelijkheden kan creëren. En dat geeft ook hoop. En ik ben blij dat jij voor een stuk hoop schetst op persoonlijk vlak, maar ook met bitcoin, dat je zegt van kijk, het komt er wel aan, jongens. De wereld is misschien realistisch. Het financiële systeem crasht. Maar we bouwen hier een alternatieve wereld waar we persoonlijk, sociaal, financieel aan werken. Uh, voor mensen die meer willen weten over jouw werk, jouw uh, workshop, speeches, al het werk dat je doet. Uh, je bedrijf, waar kunnen ze meer te weten komen over alles wat jij doet? Uh, voorlopig zou ik zeggen: gewoon Google mijn naam en um, dan kom je waarschijnlijk op mijn, op mijn Twitter-pagina terecht. Uh, en daar staat natuurlijk altijd een paar linkjes in van dingen waar ik mee bezig ben. Um, ik denk dat dat de belangrijkste. En er is ook Adamant Research, daar heb ik gewoon een archief van mijn, van mijn dossiers. Um, maar. Um, ja, dat is het. Ik zou zeggen, um, ik ben zeker van plan om, om terug te komen naar uh, Vlaanderen. Uh, ik heb een aantal, een aantal plannen. Um, maar ja, um, yeah, ik ben ook uh, benieuwd naar de, de respons. Want, want ik, ik heb een presentatie geven in Antwerpen. En nu komt het ook online binnenkort. Um, anyway, ik ben, uh, ik ben heel blij en. Uh, dankbaar om een deel uit te maken van deze hele conversatie, want het gaat over veel meer dan gewoon bitcoin. Het is een soort van uh, wakkerwording. Ja, en ik merk ook voor een stuk van, want jij ja, woont in Austin, maar ik zal ook die presentatie als het oké okay, is, zal ik het in de comments of de, mm. in de omschrijving zetten, dat mensen er kunnen checken. Ja, je woont in Austin, maar je bent eigenlijk op zoek gegaan naar je roots. Je vindt avonturen zo belangrijk, en die speech gaat ook voor een stuk van de Vlaamse potgrond dat we vandaan komen. Dus de vraag is dan niet van waarom kom je niet naar België, begin je daar een avontuur en uh, geef je daar de cultuur door? Wel, ik, ik uh, wil zeker ergens deel uitmaken van de heropbouw van België, maar ik, ik denk dat het gewoon nog een tijdje lang uh, bergaf gaat. En dus in die zin wil ik niet um, ja, mez, mezelf of andere mensen een doekje voor het ogen houden. Ik bedoel, ik, ik denk dat het gewoon veiliger is om, om niet in België te zijn voor het moment en... Uh, als, en, en ook, bedoel, de, de Vlaamse cultuur is ook veel meer dan, dan een fysieke plaats. Uh, we kunnen dat ook uh, um, op andere manieren beleven. Dus, dus ja, voorlopig, um, I can't do it. I, I, I just can't live in, in. En vooral ook omdat er geen vrije meningsuiting meer is. Bedoel, ik, ik, kan niet, ik zou niet vrij kunnen spreken in België. Wel, mensen die je kennen, die zullen wel anders uh, hm. weten dan te zeggen van oké, okay, uh, het is een uh, complottanker of een extremist. Je bent gewoon iemand die staat voor vrijheid en uh, privacy mogelijkheden en uh, mensen willen voorbereiden. Hm. Bedankt voor deze hele lange podcast Amuzeer je in Austin. Yes. Ja, yeah. zeker doen. Welkom in Budapest trouwens, of als iemand van de luisteraars kijkt is in Budapest. Je mag me gerust een mailtje sturen naar infothetangezers.com. En ik wens je superveel succes, super veel genot bij alles wat je doet. En bedankt om een gast te zijn op de podcast hier. Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzers.com/start en ontdek wat Filip voor jou kan betekenen.